Woop woop party time kimp ul hart kimp ul hart kimp ul hart kimp ul poot kimp ul poot kimp ul poot kimp ul groet kimp ul groet kimp ul groet kimp ul kimp ul kimp. Ja, een jaar, Dagmar, een jaar. Party, party, party. En ik heb een nieuwe stoel en hij stopt. Alleen het ding van die stoel is, dat is heel grappig. Je kent wel als je bijvoorbeeld gaat skielen of gaat schaatsen of zo. En je gaat daar niet meer lopen. Of als je bijvoorbeeld op hak hebt gelopen, je gaat daar niet meer platte schoenen lopen. Dat je dat gevoel nog hebt. En als je te lang in die stoel gaat zitten, je gaat daarna in gewoon een normale stoel zitten. Dan voel je in je lichaam nog dat deze vibe, waar dit liedje trouwens heel perfect bij past. Dagmar zegt, daar zal ik eens in zitten. Mag van mij hoor, je mag er gerust in komen zitten. Maar uitroepteken, vlag, gewoon een jaar, Dagmar. Jeetje, precies een jaar. Eerste vlaggetje van jullie komt erbij. Geel, ja. En Annette komt er ook bij. Moet ik het nog vragen of ga ik gewoon voor roze, Annette? Gewoon voor roze gaan, ja. Hier is Dagmar. Met jouw 12. Annette. Met jouw 15. Die moet je goed bijhouden. Oh, kijk, daar komt Lydia ook aan. En een uitreed. Nou, Lydia, welke kleur wil jij? Zo, jullie zitten erbij. Oh, je van de vorige zit er nog in. Die haal ik er alvast uit, Annette. Zo, moet ik die goed bijhouden, Dagmar? Die gele? Ik heb er anders nog heel veel in het bakje zitten. Dus dat komt... Oh, die staat hier. Heel veel in het bakje zitten. Hier zit je ook vast nog wel een keer in. Lydia wil blauw. Oh, lekker kleurrijk. Dan hebben we vandaag al geel, hebben we roze en hebben we blauw. Hier is jouw vlaggetje. Met een 2. Zo, die zit er ook bij. Hoppatee. Begin van de zomervakantie. Voor mij is het nu zomervakantie. Ik heb afgelopen donderdag mijn laatste BSO schooljaardienst gehad. Dat je dus echt gewoon pas begint wanneer school uit is. En aankomende 6 weken is het hier zomervakantie. Dat betekent wel voor mij meer uren werken. Want in plaats van dat het alleen middagopvang is, is het nu dagopvang natuurlijk. Het heet ook buitenschoolsopvang en niet naschoolsopvang. Maar wel verspreid over minder dagen. Dus dat is fijn. Dus ik ben wat meer dagen in de week vrij. Kan ik ook wat leuke dingen doen tussendoor. Ik moet natuurlijk ook wat doen voor school. Maar kan ik ook streamen en YouTube lekker doen. En er komt natuurlijk over een kleine 2 weken alweer een nieuw pakket uit. De Sims hier landelijk leven. Dus daar ga ik uiteraard ook mee spelen. In ieder geval YouTube. Ik moet nog even kijken of ik het red met Twitch. Want er is nog geen informatie bekend over de reguliere Early Access. Op dit moment is het natuurlijk beta Early Access. Dus er zijn 100 game changers die al hoe noem je het? Ja, beta versie van het spel. Dan is hij dus nog niet helemaal af. Die mochten ze dan een weekje testen. En spelen en filmen. En daar zijn nu allemaal video's van online gekomen. Rond de release krijgen alle game changers early access. Maar daar hebben we dus nog geen informatie van. Ik weet nog geen datums. Ik weet nog geen tijdstippen. Dus ik heb nog geen idee of ik überhaupt tijd heb om een early access streampje te doen. Maar video's komen er sowieso. Dus ik zal alvast even de linkjes droppen. Zorg gewoon dat je in ieder geval deze 2 kanalen abonneert. En dan zie je daar in ieder geval de content vanzelf op verschijnen. 100 baby challenge. Oké, nou, we zitten hier in Brindelton B bij de familie Aarde. Ze wonen op dit moment nog op een rang 3 klein huis. Dus dat is helemaal top. Goedkoop natuurlijk. We hebben moeder Aarde. We hebben burger Haamstede Aarde. Oh ja, de oudste was uit huis. Oh, die woont bij papa, hè? Ja, die woont bij papa. De oudste is uit huis. Burger Haamstede Aarde. Denemarken Aarde. Oh, en Canada, dat hebben ze omgedraaid. Oké. Ook als Canada eerder geboren dan Denemarken. Denemarken staat voor. Maar Canada-aarde dus. Fortuventura-aarde en Eritrea. Die hebben ze op een of andere reden ook omgedraaid. En dan hebben we kleine peuter Griekenland. Maar laten we maar even kijken hoe het met de familie eraan toe gaat. Want de laatste keer dat ik dit gespeeld heb was in mei. En het is nu begin juni. Juli. Pardon, begin juli. Dus ik heb geen idee in wat voor chaos we terechtkomen. In de winter! Ja, het is lekker 20 graden hier. even op play. Kijk, want we gaan er een zootje slapen. Jij moet plassen. Waar is de wc? Die is hier. Ga maar plassen. En wat zit de peuter verdrietig te doen? Je energie is op. Ga nog slapen. Is alleen de moeder wakker. Heerlijk begin. Moeder is wel zwanger. Even kijken. Oh, hallo. Ik was aan het zoeken. 3 tot 6 maanden. Oké.
Nee, dat is over 18 uur. We zitten dus nog in het eerste trimester. Ja, ik ga ook maar meteen eten. Maar eerst even kijken. Nee, ik wil niet dat je een klikje pakt. Ik wil even kijken wat er in de koelkast zit. Dus... Sorry. Etenpakker voor Griekenland, jongens. Had je ooit verwacht dat je dat zou zien? Even kijken hoor. We hebben nog 2 stukjes taart. We hebben nog 19 appels. We hebben nog suikerkoekjes. En we hebben nog een 3-kleurige dango. Maar daar hebben we nog 6 van over. Dus ja, voor de rest ben je helemaal prima. Ga maar even koken. Ga maar even goed iets maken. Iets... Misschien iets hoogs. Kiproerbakschotel, hoppatee. Kan de familie ook weer even eten? Ze wordt er helemaal flirterig van. Van kiproerbakschotel. Daar zou ik niet zo snel flirterig van worden, maar oké. Okay. En die mag ook alweer stukjes en beetjes. Dan kom jij uit bed. Jij moet ook plassen. Kom maar plassen. Oh nee, komen ze nu allemaal tegelijkertijd eruit? Wordt het zo'n... Zie je, die moet ook plassen. Die niet. Oh, vandaar. Hier, dan mag jij monster onder het bed besproeien. En dan mag je daarna eten. Oh, ik moet van die lampjes gaan kopen. Oh, Eritrea heeft een vriendschap versloten met het monster. Bijzonder. Canada moet ook plassen, maar je moet ook eten. Wat ga je doen? Je gaat een sneeuwengel maken. Ja, doe ik ook. Als ik zeg maar mijn blaas al begin te voelen en ik honger heb, dan is mijn eerste ingeving ook. Laten we naar buiten gaan en een sneeuwengel maken. Gaat hij nou daar? Zit er daar ook een monster? Nee, toch? Alleen daar. Ja, alleen daar. Nou, verdwijnt het monster ook? Oh, die verdwijnt ook op een gerecht. Hoi Barton, welkom. Misschien is het een idee om een lofbed boven de tweede aan de rechterkant te schuiven. Dan kan je de andere 2 bedden daar neerzetten. Nou, er was dus een gedoe dat ze die trap niet opeens niet meer op konden. Dus hij staat nu even daar. En we hebben nu ook niet zoveel geld. Het is donderdag. Oh, kijk. Er moeten straks een hoop naar school. Hoe gaat het? Jij mag wel even douchen. Dat je niet stinkend naar school gaat. Zo. Want hoe gaat het met jouw school? Les over 2. Kijk, een 8. Als je nou even een 10 haalt. Je hebt je huiswerk gedaan. Dat is top. Oké, volgende. Oh ja. Je hydratatiesput. Prut. Maar ja, de douche is zo bezet. Jij hebt ook een 8. Dat ga je voorlopig niet naar 10 halen. Oh, jij misschien? Nee, trouwens ook niet. Ik vrees dat hij niet voor het weekend een 10 gaat hebben. Hij moet trouwens ook nog vaardigheden op niveau 3 krijgen. Dus dan gaat het helemaal niet lukken, bedenk ik me nu. Heb jij je huiswerk gedaan? Jij hebt ook je huiswerk gedaan. Heel goed. Jij gaat al plassen. Lekker bezig. Jij hebt ook een 8. Heb jij je huiswerk gedaan? Nee! Ik was aan het twijfelen of jouw naam Kim of Kim was. Het is echt met een Y. Zo, huiswerk maken. Voordat je naar school gaat. Ik weet dat je plezier prut is, maar dan had je het maar eerder moeten doen. En jij staat daar toch te niksen, dus dan mag je dit even allemaal weggooien. Dit mag in de koelkast. Oh, dus je let even niet op, hè? Met je dikke zwangere buik ga je nog even in dat sneeuw liggen. Heerlijk, dat ze bijna allemaal straks naar school moeten. Maar wat gaat moeders nu doen? Buiten in de kou gaat ze oefenen. Ja, jij moet ook douchen. We wachten even tot iedereen weg is. En ik had dit in de koelkast gelegd. Ja. Hallo. Jij, Canada. Nou mag jij even douchen, want jij hebt het nodig. Dan mag jij wel even stukjes en beetjes. Zo... Ik weet niet wat ze allemaal gaan doen. Nog een keer een stukje. Evie heeft zin in een verkleedpartijtje. Gaan we zo doen. Ik wil eerst even een antwoord van de eerste in de chat. Eenzame pauze. Tijdens de vorige pauze wilde niemand met mij spelen. Ik klauterde maar een beetje in mijn eentje. Wat moet ik doen als het nog eens gebeurt? Vraag de andere kinderen of je mee mag doen.
praat met de leraar of speel gewoon in je eentje. Wie is er als eerst met een antwoord voor... Wie ben jij? Annette zegt, vraag of je mee mag doen. Oké. Okay. Conflictoplossing neemt toe en de emotionele beheersing neemt af. En dan ga ik meteen jullie punten accepteren. Kattenoortjes. Hey. Die is leuk. En nog een keer. Eén bril weg. Sorry Linia, ik heb geen bril. Dag bril, doei bril. Jij gaat plassen. Ja, oké, okay, dan gaan we dat erin slepen. En dan mag je ook weer stukjes en beetjes. Ja joh, maak even een selfie van jezelf. Oh, er is een stinkende peuzerlui weer in de buurt. Hallo, vriend. Wat denk je dat we aan het doen zijn? Oh, dan moet ik jou straf geven. Opvoeden. Nee, geen straf geven? Oké, okay, geen straf geven blijkbaar. Ik dacht dat je daar straf voor moest geven. Kim, ik sta eerst bij de tickets, dus ik ga straks weer los met verkleedpartijtje. Annette, nee. En Bartel zegt dat de kattenoortjes me goed staan. Dankjewel. Kijk, hoppa, iedereen naar school. Doei. Doei. Tot over een paar uur. Wie staat er? Oh, dat is moeder. Top. Zo, hup, die erin. En die erin. Zo, en die erin. Dat is een beetje opgeruimd. Oh, ik heb wel 1568 tickets. Annette, weet je wat een leuk idee zou zijn? Als jij hierheen zou komen en dan gaan we samen streamen en dan doen we allemaal verkleedpartijtjes. En Remco is een koala. Welkom. Hoi, hoi. Ik kijk al een hele lange tijd naar je YouTube-kanaal, maar nu voor het eerst ook live. Op hoeveel baby zit je nu? Je kan uitroepteken baby doen en dan krijg je het antwoord van Streamlabs. En trouwens, een grappig verhaal. Ik was gisteren een nieuwe moderator aan het inwerken. En op dat moment, Remco, ging jij volgen. Dus ik was op Twitch bezig en alles aan het laten zien aan mijn moderator. Van, nou, als er dit gebeurt, moet je daarop klikken. En als er dat gebeurt, moet je daarop klikken. En toen kwam er opeens in de chat zo, Remco is een koala. Als je gaat volgen, dus dat vond ik heel grappig. Dat gaan we nooit meer vergeten. Oké, iedereen is weg. Laten we even nuttig bezig zijn. Eerst even die douche schoonmaken, want het is een bende. En deze dan nog een keer even wat leger zien te krijgen. Annette zegt, lijkt me leuk. Dan gaan we je helemaal vol hangen, hè, Annette? Ja, zeker toevallig. Oh, eerst in de chat. De anti-peststrategie. Nu Canada best wel goede cijfers haalt, hebben een paar pestkoppen het op hem gemunt. Moet hij de pestkoppen confronteren met een gevat antwoord of hen negeren en maar hopen dat ze hun pijlen snel op iemand anders richten? Dus de opties zijn confronteren of negeren. Wat gaan we doen? Wie zegt het? Wie is er als eerst? En het wordt... Even kijken hoor, zolang je niks op mijn hoofd zet, want dat wordt lastig met mijn littekens. Voor de rest mag je helemaal je gang gaan. En je kan een bril ook zo in je shirt steken, dat mag ook. Annette zegt negeren. Er is aardig wat zelfbeheersing voor nodig, maar het werkt om de pestkoppen te negeren. Uiteindelijk verliezen ze hun interesse en kiezen ze een ander doelwit. Canada voelt zich wel een beetje schuldig ten opzichte van het andere arme kind. Maar ja, op school gaat het nu eenmaal hart tegen hart en gros. Wie belt jou? Och, gaan we nou de hele stream dit soort dingetjes de hele tijd krijgen? Proefwerkplannetje. Canada werd vandaag betrapt op het gebruik van zijn telefoon tijdens een proefwerk. Hij is naar het kantoor gestuurd. Moet hij proefwerk opnieuw maken? Een slecht proefwerkcijfer zal voldoende zijn of excuses aan de klas aanbieden. Annette zegt, brillen gaan nog wel, maar die kattenoortjes en dat soort dingen wordt lastig. Ja, dat snap ik wel. Maar ze zijn wel heel leuk. Maar deze heeft geen kartelrandjes. Dit is gewoon alleen een band. Dus dat scheelt wel. Vooral die kerstdingen. Al die kerstaccessoires die nu boven liggen, die dus in december weer tevoorschijn komen. Daar zitten heel veel dingen met van die pinnetjes, zeg maar. Echt die hele goedkope plastic
dingetjes die erin zitten. Remco zegt de derde. We gaan hem excuses aan de klas aanbieden. Manieren nemen toe en de emotionele beheersing neemt af. Oké, okay, nou die peuter slaapt nog. Van wie is dit? Niet van jou. Ja. Je voelt je nu goed. Laten we even wat geld sprokkelen. Graven. Hoi Corine, welkom. De antipeststrategie. Dit is echt kaartje nummer 5 of zo al, wat we in beeld hebben gekregen. Nu Denemarken best wel goede cijfers haalt, hebben een paar pestkoppen het op haar gemunt. Moet ze de pestkoppen confronteren of negeren? Vertel het me maar. Gaan we confronteren of gaan we negeren? Joyce, 9 maanden. Goedemiddag, Twitch baby. Hoe heet onze Twitch baby? Annette zegt negeren. En uitgeteken vlag in de chat voor Joyce. 9 maanden subje. We hebben een kalksteen. We hebben weer telefoon. Ik neem niet op. Ik ben helemaal klaar met die kaartjes. Hier gaat het prima, Corine. Hoe is het met jou? Overal staan die sneeuwpoppen. Die mag je ook even graven. Zie je? Gewoon de school negeren. Jullie zijn toch opgeleid. Oh, ik heb een berichtje. Oh ja, ik moest trouwens nog even wat zeggen. Mijn huisgenoot die hier... Even kijken hoor. Mijn huisgenoot, die geen huisgenoot meer is voor 7 maanden... heeft vandaag iets besteld. Of heeft deze week iets besteld. Voor het eerst weer sinds ze niet meer hier woont. Dus dat wordt vandaag hier bezorgd. Dus ja... Tussen 3:05 en 4:05 kan de deurbel gaan. Dus eigenlijk kan elk moment de deurbel gaan. Hoi Sharon, welkom. En hoi Blondie. Wel jammer dat je geen baan mag. Ja, je mag op zich wel een baan, maar dan mag je alleen thuis werken. En dan denk ik, ja, dat vind ik ook weer te makkelijk. Dus de tieners, nee, geef ik wel een baan. En die moeder moet gewoon sprokkelen voor de geld. Maar ik was van de week was ik met haar, met die vriendin gaan winkelen. Dus ik heb ook een nieuw blouseje. En ik heb weer wat nieuwe broeken en nieuwe hemdjes en zo. Want vooral die hemdjes. Ik koop altijd bij de Primark echt een hele lading van die hemdjes. Wat altijd heel chill is voor onder shirtjes en zo. Maar langzamerhand waren die allemaal stuk gegaan. En ze zegt ze tijdens het winkelen. Oh ja, ik heb trouwens iets besteld. Maar ik was vergeten het adres te wijzigen. Dus het komt naar jou. Dagmar is weer terug. Die heeft een film voor de neefje opgezet. In het echte leven werkt een moeder toch ook? Ja, maar mijn moeder had alleen mij en mijn zusje. Die had er niet 8 of 7. Met de 8 onderweg. Hey, sweet as a rose. Ook een nieuwe volger. Welkom. Ik heb geen zin om die hele wijk helemaal weer af te sprokkelen. Ik moet er ook een beetje in de gaten houden. Want elke keer als ik haar zwanger... door die hele wijk laat gaan, dan komt ze niet altijd heel happy meer terug. Oh. Nee, niet hierheen gaan. Erop klikken. Ja, hup, alles oogsten. Ga het maar halen. We moeten ook die peuter in de gaten houden. Want, die moeten we zeker in de gaten houden. Als je dat hebt gedaan, mag je meteen naar huis komen. En een nieuw ei. Ja, die stoel stop. Ik heb in het begin van de stream ben ik erin gaan zitten. Remco zegt, ik doe sinds een tijdje ook de 100 baby challenge. Ik sta nu op 6 kinderen en dacht even rustig beginnen. Maar nee, ik kreeg eerst 1 kind en daarna een tweeling en daarna een drieling. Jeetje. Ik heb 2 keer een tweeling volgens mij. Ik weet dat Canada en Denemarken zijn tweeling. En volgens mij Eritrea en Forte van Terra ook. Maar dat weet ik even niet meer zeker. Wacht, we gaan even kijken. Uitgeteken stamboom. Hoppatee, krijgen we een linkje. Nee, alleen Canada en Denemarken zijn tweeling. De rest is allemaal 1 kindje. 1 los kindje. Oké. Okay. Corrie zegt, oh, dat heb ik weer gemist. Ja, dat is het begin. Ik zal het wel klippen ook. Als ik klaar ben met streamen. Oh ja, dit kind is uitgehongerd. Even snel openen. Dan halen we die kippenschotel eruit. Hoppatee. Zo handig. Je kan zo voor een kind zorgen. Je hoeft niet eens thuis te zijn.
Je portie pakken. Stop met huilen, ga vreten. De groenste groene vingers. Moeder bloeit en er groeit net zo mooi. En groeit net zo mooi als haar gewas van ontkiemende plantvrienden. Is deze ontluikende emotie een teken dat ze dol is op tuinieren? Weet je, ik ga ja zeggen. Want ze heeft natuurlijk nog helemaal geen vind ik leuks en zo. Nu dan wel. Dus letterlijk haar enige voorliefde nu. Om te gaan tuinieren. En dat komt super goed van pas als het geen winter meer is. Dan kunnen we een moestuintje aanleggen. En Savanne ook welkom. Miepukkie zegt, heb ik mijn vader nu nog gemist? Ook het is geklipt. Je moet de laatste hoogtepuntenvideo's kijken, Dagmar. Je zit zelfs in de hoogtepuntenvideo. Remco zegt, mijn zin wordt ook 50 keer per dag gebeld. Vooral door al die stalkervaders. Komen die stalkervaders ook bij jou aan de deur? Vooral de eerste komt bij mij heel vaak aan de deur. Zelfs met een viool en alles. Dat je denkt, oké, ik krijg een heel concert. Zie je, ik ben blij dat we niet de hele wijk door zijn gegaan. Want je moet nu alweer plassen. Piepukkie, oh wacht, dat heb ik ook gemist. Volgens mij zijn we nu zwanger van jouw baby. Ja. Dagmar. Het zaad van jouw vader zit in die buik. Maar hij zit in de hoogtepuntenvideo van juni. Dus dan kan je hem zien. Het was interessant hoor. Kwam hij met zijn kokosnotenbikini in de winter hier aangelopen. Oh, ik ga nog even huilen. Wie heeft zijn huiswerk niet mee? Ja, daar kan ik nou niet op klikken. Leuk dit. Eén kind heeft zijn huiswerk niet mee en ik ben helemaal vergeten om ze op hard studeren te zetten. Niet dat dat zin heeft, want ze hebben allemaal niet genoeg vaardigheden om door te leren. We moeten meer dingen in huis hebben voor vaardigheden. Laten we even kijken hoeveel we verdiend hebben. We gaan ook even een kikker fokken. Hoppatee. We hebben er daar nu twee van. Dan kan er eentje weg. Zo. Nou, we hebben kattenkruid. En woestkruid. En 4 stenen. Kijk, 200 simoleons. Bliep de robot. Oh, is dat een cadeautje die een van die kinderen heeft gekregen? Sanitair verbetering. Algemene verbetering. Die wil nog steeds niet verkopen. Dat is echt heel frustrerend. Ik heb vanaf het begin op mijn deur geklikt. En dan moet je kiezen voor niet betreden. En dan vrienden. En dan komen ze niet meer langs. Oh, dat is wel slim. Oh nee. Jeukerig. Nee, Miss Durans. Waar staat het? Hier, Miss Durans. Nee, Miss Durans. Mag je daar nog voor die peuter zorgen? Kan die peuter zelfstandig op het potje? Nee, heeft hulp nodig. Wat gaan we doen? Zo leuk, hè? Dan tilt die moeder hem op van de stoel om hem op de grond te zetten, zodat die peuter weer terug op de stoel gaat zitten. Nou, ik kan nog heel even genieten van de rust, want ze komen zo uit school, die kinderen. En jij kan gewoon weglopen. Aalst belt! Oh, wat leuk, maar we gaan je negeren. Denemarken jat aan een voorwerp. Kijk, hoppatee. Eritrea heeft een 10! Oh! Lekker bezig. We gaan een feestje vieren. Je mag een taart gaan maken. Eritrea. Hier, hamburgertaart. Iedereen heeft altijd honger. Je neemt een hamburgertaart. En, oh nee. Nee, nee. Naar binnen. Naar binnen. Ik wil niet dat je doodgaat, want dan moet ik -1 doen. Jij mag peuterzorg. Kan je geen luier verschonen? Oké, dat is vreemd. Hij heeft een stinkluier, maar we kunnen de luier niet verschonen. Remco moet nog gaan werken op zaterdag. En Bartel vraagt, wanneer komt er een nieuwe pulsband? Er is nu een nieuwe pulsband. Op dit moment. Je hebt nog de hele maand juli de tijd om mee te doen. Het is pulsband met de Sims weer interieurdesigner. Hashtag pulspand 2108. Kan je hem vinden op de galerij? Even kijken. Nee, binnen. Sharon! Nog geen maandje en dan een jaar. Kimp Ulhart, Kimp Ulhart, Kimp Ulhart, Kimp Ulhart, Kimp Ulmolenbril, Kimp Ulmolenbril.
Ja, nog 1 jaar en dan, of nog 1 maand en dan 1 jaar. En Kim, weet jij dat? Kunnen kinderen nu al leren koken of staat dat in de nieuwe pakket of bij de patch die er nog niet? Op dit moment kan het niet, want je hebt sowieso een patch nodig, wil je veranderingen hebben in het spel of een nieuw pakket inderdaad. Maar ik heb me nog niet in verdiept wat nou precies bij de patch zit en wat bij het pakket zit. En ik weet ook niet wanneer de patch komt. Maar je hebt niet zomaar iets in het spel zonder een patch. Zeg maar festival wat we hadden, dat muziekfestival, dat kregen we ook omdat we er een paar dagen ervoor een patch hadden gekregen, zeg maar. Sharon, je mag een vlaggetje kiezen. Had ik trouwens voor Joyce al een vlag? Nee, hè? Dus ik zou niet op te letten. Sorry, Joyce. Even kijken. Welke kleur had Joyce gezegd? Oh, je had nog geen kleurtje gezegd. Joyce, welke kleur wil jij? En Sharon wil het roze vlaggetje. Het past gewoon. Jouw naam past gewoon. Zonder heel veel van die eetjes eronder. En Joyce wil een blauw vlaggetje. Is dit je eerste vlaggetje, Sharon? Met zonder al die eetjes eronder. Het blauwe vlaggetje. Met 9 maanden. Gewoon de Twitch baby sub. Sharon, 11. Hij heeft een beetje moeite met scherpstellen. Omdat hij nu natuurlijk een heel scherm heeft om te denken. Oh, ik wil daar scherpstellen. Oh, ik wil daar scherpstellen. Zeker mooi blauw. Joyce. En dan doen we Sharon. Zo. Annette zegt, oké, dan wachten we geduldig af. Dat weet ik. Maar ik dacht, misschien heb ik de patch gemist. Nee, de patch zit altijd echt heel dicht bij een pakket hoor. Want kijk, de meeste ruimte tussen dat een pakket uitkomt en dat er een patch update is, meestal 5 dagen. Tussen de 2 en de 5 dagen voordat een pakket uitkomt. En aangezien het landelijk leven op 22 juli uitkomt, wordt het of 20 juli of, wat zei ik nou, 17? Nee, 15. Ja, misschien een week eerder, maar ik weet het niet. Omdat het nu natuurlijk op een donderdag uitkomt. Dus heel gek. Maar het zal niet meer dan een week eerder zijn. Leuk dat we nu ook het potje de hele tijd te kunnen zien. Ja, het valt nu mooi in beeld. Nu heb ik er ruimte voor. Ja joh, sloop even de douche. Je mag hem ook fixen dan. Hoppatee. Wie gaat er naar buiten zonder jas? Oeh, moeder heeft kookvaardigheid. De niveau 10. Dit is nog niet op. Dus dat gooien we gewoon weer terug in de koelkast. Die gaan we daar neerzetten. Met kaarsjes. En wie had er een 10? Had jij een 10? Ja, jij had een 10. Jij niet, hè? Nee. Voor de rest 8, 8, 8. Nee, oké. Kom maar. Hoe heet jij? Eritrea. Kaarsjes uitblazen. Ligt het aan mij of ziet de achtergrond er kleiner uit met dat groter scherm? Nee hoor, want je ziet zeg maar... even kijken. Je ziet hier nog een snoeppakje van de kat. Je ziet hier de kattenmand op de bank. En hier ook. Het lijkt alleen zo dat het natuurlijk kleiner is. Het enige verschil hier is dat de camscène zit boven de roze-paarse rand. En we missen de verjaardag compleet. En hier zit de cam zit zeg maar onder de Polaroid-rand. Dus het kan zijn dat die Polaroid-rand er net een beetje overheen valt. Maar Eritrea is ouder geworden. Ik heb dier, ik heb sportief, creatief, afwijkend, gezin, voedsel, fortuin, kennis, locatie, liefde, natuur, populariteit en Star Wars. Wie roept? Oh god, een slons. Annette zegt afwijkend. En dan hebben we openbare vijand of we hebben de ondeugdbaas. Dit is niet leuk, hè? Een slons. Openbare vijand. Even kijken, dat is die. Zo. Max heeft Eritrea een cadeau gestuurd. Nou, wat lief. Oeh, hoe zie je eruit? Ja, je bent een slons, dus je moet er geen probleem meer mee hebben. Mama's ogen, zo te zien. Ik lag maar, oké, ik heb de hoogtepuntvideo gezien. Niemand wil taart? Oké, doe je taart. Canada heeft de handigheid geleerd. En mooi, nog even dingen erbij gekregen. Ze hebben wel wat met die sneeuwdingen. Oké, we gaan gewoon met de oudste beginnen. Jouw plezier is prut. Jij mag dan een spelletje doen.
Hier, ga maar oefenen. We moeten trouwens ook even kijken hoe we aan hun vaart... Oh, wat erg. Nee, kijk eens wat hier staat. Een vinkje. Als die dit gewoon op 2 en 3 had, dan had hij een 10 gehad. Had ik hem uit huis kunnen schoppen. Oké, we gaan dus zo hard aan de vaardigheid voor hem werken. Wat hebben we hier in huis? Hebben we een spiegel in huis? Want een spiegel staat niet vaak in de weg, hè? Volgens mij hebben we nog nergens een spiegel. Nee, en die hoeft ook niet zo duur te zijn. Dus we gaan even een spiegel kopen. Nemen we deze leuke. Staat dat ding er natuurlijk weer voor? Oeh, daar. Daar, bij de deur. Zo. Hoe gaat het met jou? Jij moet slapen. Ga maar slapen. Hoe gaat het met jou? Jij hebt zo hard hydratatie nodig. Oh, uitgedroogd. Een afbladerende huid, droge hangende oogleden, energie geslonken. Denemarken leidt aan extreme zeemeersinuitdroging. Zorg dat je zo snel mogelijk het water ingaat. Ach gos. Dan gaat ze die peuter ook nog optillen. Maar wat vond je ervan, Dagmar, dat moment dat jouw vader aankwam? Of het kan ook... Ja, ik zeg wel heel leuk juni, maar volgens mij was het mei, bedenk ik me nu. Ach, gezien de laatste keer dat ik de 100 Baby Challenge gespeeld heb in mei was. Dat is supermooi. Douchen. Nee, niet slapen. Douchen. Douchen. En jij mag even hierheen. Ja, ik weet dat hij daar staat. Nu douchen. Ja. Jouw plezier is ook, Brut. Nou, ga gezellig meedoen. Waar ben jij? Serieus? Oh, daar buiten. Beeldig. Oh, dag mijn vertelling van juni en van mei gezien. Ja, die van juni is natuurlijk ook leuk. Er zitten ook It Takes Two dingen bij natuurlijk. Kijk, zie je wel dat hij een peuter een schone luier kan. Ja, het is leuk dat je gaat kletsen. Maar jij moet eigenlijk ook douchen, maar je moet ook slapen. Dus ga maar eerst slapen. Peuter heeft hygiëne nodig, maar we hebben geen bad. Dus ga ook maar slapen. Moeders, hoe gaat het met moeders? Jij bent best wel moe. Ga ook maar slapen. Ook oh, Aalst komt aan de deur. Nee, nee. Haar vader kwam elke keer langs met of een gitaar of een viool. En nu doet Aalst het. Was misschien geen goede keuze om er bij de vader te laten inwonen. Wat ga jij doen? Oh, je bent aan het spelen. Of niet? Nee! Je mag trouwens gaan plassen. En dan mag je een klikje pakken. Waarom ben jij nou weer wakker? Ga gewoon slapen. Nee, slapen. Ik weet dat die geboorteakten super interessant zijn. Ja, echt is zo'n vader, zo'n dochter. Oh. Jongen, jongen, jongen. Deze is ook vies. Die mag je wel gaan schoonmaken dan. Ik hoorde dat je aan je toverkrachten werkte. We hebben er letterlijk niks mee gedaan. Volgens mij was dat wel zijn vader. Zo, die mag in de prullenbak. Nu is dat kind weer wakker. Nou, als je toch wakker bent, ga maar douchen. En dan mag je daarna in dit bed gaan. Oh, dat durf je ook niet. Nou, dan mag jij even het monster onder het bed besproeien. Misschien dat hij daarna wel durft. En dan mag je het nu. Heb jij al iets? Wat heb jij? Charisma. Ja, charisma en comedy. Maar charisma is hoogst. Dus ga maar een toespraak oefenen. Dus als je die op niveau 3 heeft. En dan morgen naar school gaat. Dan hoop ik dat hij een 10 heeft. Oh,
Stan Luna wil graag oranje tijgermuts op Fopsy kopen. Ja. Maar dan hebben we een computer nodig. Waar is die? Volgens mij moet het op een computer, toch? Op Fopsy verzenden. Oh, gaat het gewoon hier? Ja, doe dat maar. Nu. Geld. Oh, je moet plassen. Ga dan eerst maar plassen. Ja, alleen de brievenbus? Geld. Geld. Nee, geen suikerkoekjes eten. Geld. Hebben we hier een bug mee? Werkt dit gewoon niet? Nou, weet je, ik ben er klaar mee. Ik haal het van Fopsy af. Zie je, dat doet het wel. En we doen gewoon zo. Oh, dat mag niet. Nou, ga dan maar een goed doel schenken. Ik ben wel klaar met die scheidmuts. Hier, dan loopt ze daarvoor wel naar de brievenbus. Stom spel. Niet leuk dit. Het gaat niet goed met jou. Ga maar douchen. En daarna slapen. Ja, ik had iets gelezen dat er een bug van was. Ja, zit ik gewoon al die tijd hopen op inkomsten? Nee. Opvoeden. Recentelijk gedrag bestraffen. Kalm. Vragen om geen rommel te maken. Dat mag niet. Niet doen. Ja, ik moet ook nodig plassen. Dan ga ik ook een sneeuwpop maken. Kom naar de wc. En jij ga slapen. Wat een bende van ellende dit. Oeh. Ah, ze heeft een gebreid hartje, omdat ze iets aan een goed doel heeft geschonken. Ja, dat voelt heel lief en... Ja. Alsof ze zo goed is voor de gemeenschap, maar hebben het al twee keer geprobeerd te verkopen en dat lukte niet. Ja, jij mag ook gaan slapen. Zo. Hier dan maar wat extra geld mee. Wie zit er zo raar te giechelen in zijn slaap? Wie? Oh, hij. Hele vreemde droom, die Burg. Ik vind het wel chill spelen als telkens maar één tegelijk wakker is. Oh ja, we hebben nog steeds huiswerk daar liggen. Oh, dat is van jou. Hoppatee. Jouw basisschoolhuiswerk kunnen we verkopen. En jouw plezier is heel erg naar het prut. Dus ga maar... Nou, doe maar het spel opruimen dan. En oefenen. Zo. Wat een rust. Oké, hoe gaat het met moeders? Ik wil hem eigenlijk toch... Ja, aan de ene kant denk ik... Oh, laat ik hem uit bed halen. En laat ik verder gaan met zijn charismavaardigheid. Maar het energie is nog niet hoog genoeg... om er zeker van te zijn dat hij schooldag overleeft. Oeh, jij bent al bijna klaar met slapen. Dus kom er maar uit. Ga maar douchen. En ga dan een klikje eten. En ga dan spelen. Oké. Nee, Dagmar. Ooit, hè?
Nou, die heb ik al gezien. Nou, die nerdbril nog. Ik weet het. Dit is een hele bijzondere combi. Veel beter, nu weet ik wie je bent. Een soort van Superman zo van. Nu ben ik heel onbekend of zo. Of zo, juist andersom. Wel insta-waardig hoor. Nou, Annette, grijp je moment. Zo, klaar. Geweldige outfit, dankjewel, Sharon. Zo, hallo. Relax, gasten. We zijn met jou bezig. Oh, jij wordt ook wakker. Oh, jij moet plassen. En ook eten. Af en toe zo'n dolfijn geluid er random uit. Nou zeg, wat heeft die koelkast jou misdaan? Ook altijd zo leuk, hè, als we hun potje opruimen. Waarom kan je niet meedoen? Gewoon meespelen? Nou, ga kijken dan. Ook goed. Kan je niet meedoen? Meespelen? Spelen met. Hoe heet zij? Staat er niet bij. Wat is dit nou maar voor onzin? Spelen. Oh ja, zie je, kan het wel. Niet zo moeilijk doen. Dan gaat er weer eentje op de grond liggen. Oh, ze krijgen er wel plezier van, oké. Als je er maar gelukkig van wordt, hè. Nou, oké, dan mag jij nu naar binnen. Dan mag jij even een klikje pakken. En daarna even gaan pitten. Oh, hij stopt dan ook meteen mee. Jij mag gewoon doorgaan. Oh, je moet plassen. Ga maar plassen. Dan mag je daarna... zitten. Hoe heet jij? Ga maar oefenen. Griekenland is uitgehongerd. Alweer. Spelen. Zo. Hier, taartje Griekenland. Kom maar taartje halen. We gaan niks slopen. Dat mag niet. Foei. Wat wil jij nou weer gaan doen? Peuter controleren. Nee, jij gaat spelen. Je hebt... spelen. Oh, meedoen. Straks is het ochtend. Dan zijn ze nog allemaal chagrijnig. Ja, ik ga jou nu uit bed halen. En jij gaat dan je toespraak oefenen. Ik vrees alleen niet dat hij het redt. Goedemiddag, de Twitch-meldingen hebben blijkbaar weer eens een vrije dag. Foei, Twitch, foei. Maar welkom, Bianca. Ik zie er weer bijzonder uit. 15 maanden, je mag een vlaggetje kiezen. Welke kleur wil je hebben? En Dagmar zegt zo, de foto's staan klaar voor je. Oh god, ik zie ook een nummertje in Discord. Ja hoor, ik ben getagd. Oh, ik had verwacht dat ze in mijn Discord-server zouden staan, maar dat valt nog mee. Geel uiteraard. Ja, waarom vraag ik het nog? En net als Annette ook 15 maanden, ja. Jeetje, Miro. Zo erg ben ik nu ook weer niet, hoor. Waar zijn die foto's dan, Dagmar? Moet ik op Instagram kijken? Nee, ik ben nog niet getagd. Oké. Okay. Dit is wel een van je meest bijzondere combinaties tot nu toe, denk ik. Het zal worden de bril komen. Ik vind echt oprecht dat die bril niet eens verkeerd staat of zo. Hier is jouw vlaggetje met een 15. Ik heb ze gewonnen hoor. Oh, maar thanks voor je subje, Bianca. Zo, die peuter schoot even de lucht in. Als jij nou eens even wat gaat doen met je leven. Zie je? Alleen fantasie is goed. Potje is nog prut. Communicatie is ook het meest prut. Dus ga maar peuterfilmpjes kijken. Jij moeten we even lekker daarmee bezig laten zijn. En jouw plezier is nu beter aan het worden. Maar je moet over een uur naar school. Hoe gaat het trouwens? Jij kan je wel huiswerk laten maken. Zie je? Jij moet ook vaardigheden creëren.
Is deze van jou? Nee. Weg. 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 Kan jij iets met handigheid? Verbetering. Nee. Hier. Verbetering. Nee. Verbetering. Nee. Verbetering. Nee. Ik weet wel dat moeders van alles in haar zak hebben zitten. Even kijken. Zie je? We hebben algemeen en we hebben sanitair. Dus... Oh god, om wie ging het nou? Oh, en nou ligt het ding hier op de straat. Ging het om jou? Nee, je had een 8. Je hebt ook een 8. Oh, je hebt al voor algemeen. Oké, top. Dan stoppen twee van die dingen in jouw zak. Of één zo'n ding in jouw zak. Kijken of je nu wel een sanitair ding kan verbeteren. Nee. Oh, je hebt overal allemaal niveau 2's voor nodig. Ja, dat schiet toch niet op? Jammer, jammer, jammer. Pst, ik kan nog een paar foto's delen hoor. Oh, oh, oh. Echt, die kinderen moeten straks allemaal naar school en dan moeten ze echt gaan werken aan vaardigheden. En ja, en die moeder moet echt gaan werken aan het feit dat we spullen in huis hebben, zodat ze kunnen werken aan vaardigheden. Jij hebt honger, maar je kan ook wel eten op school. Dus ga maar aan je huiswerk. Lekker kinderbeul. Hoe gaat het met moeder aarde en de kids? Nou, moeder aarde is op dit moment zwanger en aan het pitten. Daar. Dit is een bijzonder geval. Ik ben er net achter gekomen dat een van de kinderen gewoon een 10 had kunnen hebben als hij zijn vaardigheden op een hoog niveau had gehad. Kijk, Griekenland heeft niveau 2. De stemperiode is geopend. Oh, we kunnen weer voor een buurtactieplan stemmen. Jij wordt wakker. Wat ga jij doen? Naar school. Oh, moeder wordt ook wakker. Omdat ze moet plassen. Iedereen gaat naar school. Peuter zit nu op gesprek te houden daar. Kijk, jij ligt nog te pitten, maar jij gaat ook naar school. Oh, wacht. Ga eerst maar... Ja, spijbelen. Ga eerst maar douchen. En dan... Daarna naar school. Anders gaat het denk ik niet helemaal goed. Jij mag stoppen met je huiswerk en dan naar school. En... Ja... Zal ik het gewoon proberen? Hem te laat naar school sturen. Gaat die moeder weer. Hem te laat naar school sturen, maar wel met niveau 3. Kijken of hij dan toch nog met een 10 thuis gaat komen. Want ik kan hem nu wel naar school sturen. Maar als hij geen eigenschappen of vaardigheden op niveau 3 heeft, dan gaat hij die 10 niet krijgen. Plus, het is vrijdag. Het is ook niet dat ik denk, nou weet je, ga maar naar school en het probeer het morgen. Nee, morgen is het weekend. Dus ik hou je even thuis. Stiekem. Ik weet niet wat jij gaat doen, maar jij hebt honger. Dus ga even lekker... Ga even een culinaire maaltijd koken. Dan kunnen we daar ook even aan werken. Caesar salad. Zo. Denemarken gaat ook naar school. Goed, zo. Hopen dat die moeder niet boos wordt, omdat ze hem daar nog ziet staan. En de post is bezorgd. We krijgen rekeningen. Oh, het is ook nog eens oudjaarsavond. Wacht. Hier. 5 decorators. Maar zijn ze dan vrij? Nee. Ik wil best oudjaarsavond vieren hoor, maar je bent niet vrij van je werk. Je gaat gewoon naar je werk. En hij heeft er weer eentje de huiswerk laten liggen. Oh. Oh, we hadden schoonmaak. Wist ik al niet eens meer. Bekijken. Ja joh, ga lekker je kind bekijken. Hier, oefenen. Haal nou niveau 3. Schiet op. Zo zie ik helemaal klaar. Dat is dan 0 euro. Top. Top. Nee.
Ja, 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 ja. Nee! 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 Nee, dit is zo gemeen. Dit is letterlijk 99%. Wij blijven hier. Dit, nee. Godzakken zeg, nou ga plassen. Nee! Hij komt alweer terug. Dan gaat hij zeker helemaal niet meer naar school. Ja, oké. Okay. Mag hij nog naar school? Gaat hij nog naar school? Naar school. Hoppatee. Zo. En alsjeblieft, kom thuis met een 10. Nog maar 2 uurtjes naar school. Dan ga je ook hard studeren. Ook. Jij ook. Jij ook. Jij ook. En jij ook. Zo. Kom ze weer hoor, Aalst. Oké, okay. Gaat ze er weer staan met een gitaartje? Kloppen. Die moet er schrikken. Ja hoor! Oeh, verband die eens. Hoe gaat het met deze? Die heeft honger. Zo. Stop maar met je tablet ding. Ik weet niet wat dit is. We gaan niet huilen. Goed zo. Dan kan die weer in de koelkast. Zo. Hygiëne van het kind zegt ik in de prut. Hoe gaat het nu met moeder? Moeder moet weer naar de wc. Je ziet gewoon hoe hard het achteruit loopt. Het is echt niet normaal. Geen tijd om te huilen. Eet, eet, eet. Ja, precies. Denemarken heeft weer mijn voorwerp gejat van school. Die peuter. Jij mag wel even gaan slapen. Canada. Denemarken. Oh, ik dacht even dat ze een 10 had. Maar in het weekend kan je mooi je cijfer van een 8 naar 10 opschroeven. Oh, hij is niet meer verantwoordelijk. Hij heeft de 10 niet gehaald. Forte Fatire heeft wel een 10 gehaald. Nee, ook niet. Godsamme. Ja, vanwege het spijbelen is het dik gezakt. Ja, weet je, het was te proberen. Het was gewoon, ja, jammer. Maar even kijken. Jij hebt een bijbaantje, dus jij gaat sowieso dit weekend werken. Jij hebt een bijbaantje, dus jij gaat werken. Jij hebt ook een bijbaantje. Jij natuurlijk nog niet. Dus jij gaat even werk een baan vinden. Oh, die kant op. Zo. Nou ja, iedereen heeft een 8. Zo, komt er eentje even lekker enthousiast thuis. Eerst zo aanlopen. En daarna. Nou, de happy squad, manieus. Nee, weg Aalst. Hoe gaat het met jouw zwangerschap? Laatste 3 maanden over 6 uur. Dus het wordt een zaterdag, baby. Oh, mensen, ruim je bord op. Oh, dat past nu niet meer. Hier, ga stukjes en beetjes doen. Oh, die gaat uit zichzelf uit zijn huiswerk. Die gaat uit zichzelf uit zijn huiswerk. Dat is wel top. Ik vind alleen wel irritant die dingetjes boven hun hoofd blijven zweven. Oh, gosh. Ga dan plassen. Als je het zo zwaar hebt. Zo. Zo, dit is ook een kekpakkie. Wat is dat regenboogtrui en dat zonnetje bovenin die kinderen? Dat heeft te maken met de kaveleigenschap. En ik wilde het net aanklikken om te laten zien. Maar we hebben natuurlijk weer een kaartje tussendoor. Soms word ik zo boos dat ik gewoon niet weet wat ik met mezelf aan moet. Hoe moet ik hiermee omgaan? Doe een training. Praat erover met iemand of schreeuw in je kussen. Ja, zeg het maar. Gaat hij een training volgen? Gaat hij praten? Of gaat hij schreeuwen? En Dagmar zegt training. Oh, we hebben er nog één. Hetzelfde verhaal.
Nogmaals, alleen al dit keer voor, wat is het, Canada? Training, praten of schreeuwen. Die gaat schreeuwen, oké. Oké, Canada, de emotionele beheersing neemt toe en conflictoplossing neemt af. En Denemarken nemen de manieren af. Die regenboogjes hebben dus te maken met, even kijken. Deze, goede scholen. Dan krijg je dus zo'n regenboogdingetje boven hun hoofd. Als ze zijn dus bezig geweest met school of met hun huiswerk. En dan wil je nog wel zo'n dingetje boven hun hoofd krijgen. Maar hij loopt gewoon rond. Dus het hoort dan te verdwijnen. En hij vreet taart. Dus het hoort ook te verdwijnen. Je bent nu niet bezig met school. Oké, jij mag even gaan slapen. Want dan heb ik eentje minder om me zorgen over te maken. Ja, hallo. Jij sloopt de wc. Dan mag je hem ook gaan fixen ook. Jij gaat ook even slapen. Dan hebben we jou. Jij gaat even douchen. Gamevaardigheid geleerd. Lekker bezig. Hoe gaat het met jou? Jij bent je huiswerk aan het maken. Jij hebt plezier nodig. Ga maar oefenen. Ben jij altijd zo streng? En die peuter die slaapt al, dus dat is mooi. Kijk, even wat rustiger. Gewoon even de helft in bed stoppen. Dan hebben we daar geen last van. Oeh. Ik kom zo bij jullie terug. Zo. Jullie snappen dat als de deurbel gaat en er een pakketje wordt bezorgd, dat dit allemaal even afging, hè? En dat was een extra goede reden om het te doen, want de buren stonden ook buiten. Nu. Hoi, Tosfli. Dankjewel voor het volgen. Welkom. Maar dan, ik woon hier alleen en ik ben aan het praten. En dan, ja, denken ze, tegen wie praat je? Dus. Maar het was even snel. Hop, alles af. Hup, naar de deur. En ja, mijn ex-huisgenoot komt over een uurtje of zo langs om de spullen op te halen. Maar we gaan verder met het spel. Ik weet niet meer waar ik mee bezig was. Want het was echt, dubbel gaat snel. Snel naar de deur. Pakketje komt eraan. Jij slaapt. Jij bent aan het douchen. Als je klaar bent met douchen. Je bent chagrijnig aan het douchen. Als je klaar bent met douchen, mag je een klikje pakken. En ik denk dat ik je daarna maar even naar bed stuur. Want dit gaat ook niet helemaal lekker. Jij bent de wc aan het fixen. Kijk, handigheid geleerd. Dat loopje. Nee, we gaan geen sneeuwengel maken. Jij gaat ook een klikje pakken. Een gos. Of. Ja, je kan nog helemaal niks, hè? Ga gewoon even iets voor jezelf eten. Jij gaat je eigen tuinsalade maken. Dan leer je de kookvaardigheid. Misschien moet ik het eens een keer op die manier doen. Ja, babysitter, huppatee. Ja. Je bent geen scouting meer. Zo, hop naar de babysitters. Plassen. Oh, de moeder is ook weer wakker. Oh, die moet voor de verandering eens een keer niet plassen. Dat is mooi. Ga maar op het potje. Wat is er? Wil je ook aandacht? Wil je Twitch famous worden? Toen werd hij stil. Of denk je, wie zit hier? Wat heb je allemaal op je hoofd? Oh, het zijn er zoveel. Jij mag zo meteen daar gaan slapen. Jij zit al een tijdje buiten. Kijk, je plezier is helemaal top. Dan mag je lekker aan je huiswerk. En serieus, van wie is dat ding? Is die van jou? Nee. Is die van jou? Ja. Stop dat ding in je inventaris, want het bureau is niet van jou alleen. Gosh, gosh. Arme Denemarken. Waar heb je dat schaaltje nou gelaten in je inventaris? Ja. Oh, wie komt er nou weer langs? Salim Benali. Heb ik ooit kennis met jou gemaakt dan? Ik hoop het niet herinneren.
Nou, die peuter gaat wel naar buiten om hem te begroeten. Ga maar alweer plassen, want ik zie het al maar achteruit gaan. Ik ga ook maar douchen. Die peuter, jij mag gaan slapen. Nee, dat is niet jouw bed. En daar zit al iemand op. Ga maar hier slapen dan. Oh. Daar is Aubrey. Hoi Aubrey. Even. Zie je hem echt zo kijken? Ja, oké, oké. Ja, we zagen je. Ben betrapt. Oh, heerlijk. Zoveel kinderen in bed. Nee, wat hebben ze hier? Is dit de speel 2 seconden gitaar voor de deurhuis of zo? Ze maken ook nooit een liedje af. Het is letterlijk 2 seconden en we leggen hem weer weg. Fortaventura heeft zijn huiswerk af. Dat is mooi. Jouw energie is nog niet heel erg in de prut. Die is al klaar en die is al klaar. Die is niet van jou. 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 Ja, ga dan maar zorgvuldig werken aan die. Ik weet niet of die van jou is, maar... Doe dat maar. Ben je ergens mee bezig? En moeders, wat is dit nou weer? Slechte potjesbegeleiding. Ja, ik ga het potje niet schoonmaken. Zonde van de tijd, als er toch een schoonmaker komt elke dag. Jij mag dit gaan schrappen. Ik weet niet van wie die is. Maar dan mag je zelf even lekker gaan schilderen. Doe maar een landschapsschilderij. Dagmar heeft pannenkoeken. Lekker, lekker. Wat is er, Omri? Waarom stoppen ze het in hun inventaris? Daar moet het niet. Zo, weg. Weg. Oeh. Een vijver. Nou, wat toepasselijk. We krijgen met de patch update de vijver erbij. Hoe gaat het met jou? We gaan nog oké. Prestatie. Waar wordt een sim neutraal van? Een sim 48 uur achter elkaar de emotie prima laten ondervinden. Ik denk niet dat dit... Ik heb ook altijd het idee dat dit een bug is, hoor. Want ze zijn allemaal wel een keer chagrijnig geweest. Of ongemakkelijk geweest. Dus sowieso dat dat niet klopt. Hup, verkopen. Yes, money, money, money. Jij mag een klikje pakken. En dan mag je maar gaan slapen. Want op een gegeven moment komt morgen ergens tot dat kind. Hoewel ik graag wil dat je doorgaat met je schoolwerk, moet je toch even ook aan jezelf denken. Bedankt voor de muts. Die zal iemands hoofd zeker warm houden. Nou, wat fijn. Ik had er liever die 74 simoleons voor gehad. Wie ben jij nou weer? Oh, oh, oh. Dagmar. Ja, ga je nou pannenkoeken eten? Kijk eens wie hier voor de deur staat. Oh nee, deze is niet van Dagmar. Deze is van Rosie. Toch? Huub Klaas McVielveel. Ja, die is van Rosie. Die komt even, die denkt even aan zijn kind. Ja, je kind ligt te slapen. We laten je niet binnen. We hebben nog een bed over hier. Oh. Heel toevallig wordt het kind wakker, maar jij gaat lekker plassen. En dan mag je... Ik ga gewoon al die tieners voort hun eigen prakje laten maken. Gaat en die klikjes niet zo snel op. Hier muziek. Gast, het is 00:30 s'nachts. Er liggen hier mensen te slapen. Kijk, dan leren ze de koopvaardigheid. Dan hoef ik straks niet meer zo te struggelen als ze dan bijna die 10 hebben. Maar dat ze geen niveau op... Gadverdamme, ik zag die oorsmeer er wel in gaan. Maar dat ze geen niveau op niveau 3 hebben. Of geen vaardigheid. Oh, weer één. Oké, als jij nou even eerst dit doet. Stukjes en beetjes. En dan mag je ook je eigen dingetje maken. Huppatee. Thuis geladen, kan er ook niks in de fik vliegen.
En jij mag. Veel te gespannen. Het is de bedoeling dat je dat soort dingen gaat doen als je gespannen bent. Nou, ga dan maar een sneeuwengel maken. Of wat? Ja. Jij pakt klikjes. Oh, er wordt geroddeld in de keuken, jongens. Burg Haamstede gaat door een fase. Hij voelt zich afstandelijk en wil liever alleen zijn. Nou, ik zou zeggen, er is een oplossing voor Burg. Haal een 10. Dan mag je weg. Ja, ik leg het ook altijd op de grond. Het is echt de perfecte plek. Ga gewoon door. Wat kom jij doen? Je plezier is prut. Kan je nu wel? Je bent nog steeds te ongemakkelijk. Waarom ben je ongemakkelijk? Ga met hem. Hier, roddelen. Over collega's. Jullie zijn elkaars collega's, dus dat vind ik wel grappig. Annette heeft ook nog een foto gestuurd. Thanks, Annette. Nu is die moeder opgesloten in de wc. Soms word ik zo boos. Gaan we een training doen? Of praten? Of schreeuwen? Eerst in de chat. Weer eentje die zo boos is. Dat hij om advies komt vragen. Moet ik een training doen? Moet ik er met iemand over praten? Of moet ik schreeuwen in mijn kussen? Zeg het maar. De eerste in de chat. Wel credits naar Dagmar. Want die heeft ervoor gezorgd dat de tekst van de chat weg is. Oh, arme chatters. Zo. Ik wacht wel even een mini pauze. Zo. Mini pauze. Ik was er zo mee aan het stoeien, maar het lukte niet. Oké, ik doe... Nou, we hadden al de training en we hadden al schreeuwen, dus ik doe nu met praten met iemand over. Oh, Annette, je bent net te laat. Krijg nu antwoord. Ik weet niet wat jij gaat doen. Nee, jij, die ga jij niet gebruiken. Jij gaat oefenen, want moeders mag even gaan schilderen. Doe maar een pop-art schilderij, lekker groot. Jij moet douchen. En niet zo'n klein beetje ook. Wat ben jij aan het doen? Je bent aan het eten. Schiet er eens mee op, joh. Ga plassen. Kommetje weg. Nou, en nu mag je die ook even... Ze hebben echt vet veel stukjes en beetjes. Zo, 1000. Hey, Lianne, welkom. Ja, Sharon en Lianne, die vandaag allebei... Sharon is ook al even geweest, maar Lianne, kom je binnen. Nieuwe Twitch-potjes. Hoe bevalt het zwaardje voor je naam? Griekenland is uitgehongerd. Oh jee. Oh jee. Hier, Griekenland neemt taart. Ik let eigenlijk helemaal niet op die peuter totdat er een melding komt. Je peuter is uitgehongerd. Echt slecht. Wat ga je doen? Let's. Ga jij eerst maar even douchen trouwens. Het is oudjaarsavond. Nou zeg, het is je zus. Ondeugend? Niet echt. Burg Haamstede voelt zich helemaal niet goed over al deze grappen en grollen. Moet hij het over een andere boeg gooien en accepteren dat hij een hekel heeft aan ondeugendheid? Ik zeg gewoon ja. Want je was nu in zo'n fase dat je alleen wilde zijn, toch? Dus je hebt nergens zin in nu. Ga maar douchen. Dan zit die moeder ook weer aan taart. Oh, je bent klaar. Oh. Is dit een katuil? Die mag je verkopen. Oh ja, we hadden post natuurlijk ook nog. Ga de post maar even halen. Hey Epica, welkom. Hierbij is vastgesteld dat Forte Ventera een gezond jongetje is.
Zou je ook, stel dat jouw sim op dat moment ziek is, hè, dat je die sim de griep heeft of die kriebelige beestjes die we eerder hadden, staat er dan ook is dat hij ziek is in plaats van dat hij gezond is? Moeder heeft alles uit de brievenbus gehaald. Ik weet niet wat we erbij hebben. Of het zit in de zak van een van die kinderen. Buurtactieplan. We hebben op dit moment groen tuinieren. De sappige buurt. Schone energieproductie. En steun de uitvoerende kunsten. Ik wil wel even wat weghalen. Want je hebt toch vet veel. Sommigen zeggen dat muziek helend is voor de ziel en dat optreden helend is voor het hart. Verblijd onze gemeenschap en verdien niet alleen invloed door melodieën van instrumenten die je bespeelt te delen, maar ook andere vormen van de uitvoerende kunsten. Ja, we zijn aan het schilderen, hè? We halen de sappige buurt wel weg. Zo. Nou, hopen dat het een beetje werkt. Gaan we nog maar eens schilderen. Een surrealistisch schilderij. Oh. Oh. Nee. Daar. Oh, lekker groot. Lekker 100. Jij bent aan het douchen en daarna is je plezier in de prut. Dus ga maar spelen. Dit is een aparte... Hoi Leen, welkom. Weer is de douchestuk. Nou, jij staat hier toch te niksen en jij moet ook douchen. Dus ga maar repareren en dan mag je daarna zelf erin. Het ding is weer vol. Moeders, je moet even stoppen. Ik moet even stukjes een beetje doen. Wat is dit? Emotioneel bedachtzaam. Het vinden van emotionele beheersing duurt even. Je hebt de eerste stap gezet, maar om volledige emotionele beheersing te bereiken, moet je via verschillende bedachtzame acties tot rust zien te komen. Dat poppetje ook met het glansdingetje eromheen. Zo. Hier is het prima. Hoe is het met jou, Leen? Kijk, nou kan dit weg en dit... Oh, dit weg en dit weg. En die in de koelkast, want die is nog niet helemaal op. En die peuter. Ja, kan je nou al zelf op een potje? Nee, nog steeds niet. Wie ben jij, Denemarken? Hulp op een potje van Denemarken. Zo. Kijk, dat ik boos zijn. Nou, jij moest douchen. Oh, hoe laat moeten jullie naar je werk? Want ik wil van jullie af. 'S'avonds pas? Jeetje. 'S'avonds pas. Nee, je gaat niet met je peuter praten. Je gaat schilderen. Want we willen geld. Dat hele huis. Dat hele... Kijk hier. We hebben 1, 2, 3... Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, nee. Jij komt naar binnen. Nee, binnen. Binnen, hier. Ga maar proberen te kalmeren eerst. Oh, je kan trouwens entertainment. Hier, hè. Ga maar spel spelen op je telefoon. Hoe ga je voor het... Oh god, ja, dat is maar ook. We kunnen niet aftellen voor het oudjaar. Er is geen televisie. Ik heb ook helemaal geen geld voor een televisie. Ja, misschien wel, hè? Want hoe laat komen ze uit hun werk? Oh, precies om middernacht. Sowieso kunnen er 4 al niet aftellen voor het nieuwe jaar. Want die komen om middernacht uit hun werk. Nou, die moeder is lekker aan het schilderen. En als het klaar is, mag gaan passen. Jij bent hopelijk een game aan het spelen. Want je plezier is naar de prut. Jouw plezier is ook naar de prut. Nog maar spel spelen. Jij moet ook plassen, maar je moeder gaat er net op. Nou, die mag je verkopen. 153 simoleons. We hebben een mooi 53 simoleons winst. Zo. Doe er nog eentje. En dan daarna ga je slapen, want die bevalling kan elk moment gebeuren. Even kijken, was bij jou, hè? Oh, er duikt weer iemand anders de wc in. Nu mag jij... Jij wordt gebeld door Max. Dat is leuk.
That's right. 10 maanden. Over 10 maanden tijd gaat hard kimpul poot kimpul hard kimpul groet kimpul molenbril. Jeetje. 10 maanden. Dubbele cijfers, Lianne. Welke kleur vlag wil je? Uitroepteken vlag in de chat. Even kijken. Jij mag je huiswerk... Oh, dat is extra werk. Nee, oh. Als je toch al je huiswerk af hebt. Ga dan maar. Die is niet van jou. Opnieuw beginnen. Lianne wil blauw. Gaan we een blauwe schrijven. Zo, hier is jouw vlaggetje. Dankjewel voor je subje. 10 maanden. Kijken. Nou, je zit erbij. Hoppatee. Hartjes in de chat voor alle subjes trouwens vandaag. Lianne en Bianca. Sharon, Joyce, Linia, Annette, Dagmar. Hartjes in de chat voor jullie allemaal. Is er nog plek? Ja, hij lijkt heel vol omdat hij ver weg staat. Maar we hebben hem natuurlijk in het verleden wel eens voller gezien. Dus dat lukt nog wel. Dat lukt wel. Toppertjes. Oké. Okay. Zo. Hey, hallo. Doe eens even niet, vriend. Opvoeden. Bestraffen. Strikt. Tegenschreeuwen. Moeder is er helemaal klaar mee. Hij gaat helemaal onderdanig op zijn knieën ervoor zitten. Zie je het? En dan nog even extra zo. Kijk eens hoe zwaar ik het heb al met mijn zwangere buik. En dan ga ik het nog moeilijker maken voor me ook. Oké, moeders. Kom maar weer verder schilderen. En dan mag je daarna slapen. Nee, jij, ik weet niet wat je aan het doen was. Maar jouw plezier is nog steeds niet goed. Je bent weer veel te gespannen. Wanhopig om plezier. Ja, je mag van mij... Hier, ga die maar afmaken. Zo. Die is toch ver weg, hebben we geen last van. Die peuter staat daar gewoon in de keuken te huilen. En niemand kijkt ernaar. Oh, die peuter moet weer eten. Hier, nog een klein mini stukje taart. Eet die maar op. Griekenland is weer uitgehongerd. Ga er nou naast zitten? Oh, gaat er oprecht naast zitten? Met zijn stukje taart. Oké, degene van jullie die het zo leuk vonden om een zeemeersim als vader in te sturen. Ik ben er allemaal gek aan het worden. En wie ben jij? Nancy Landgraaf. Hebben we ooit contact met jou gehad dan? Komen opeens allemaal van die random sims langs. Nou ja, jij bent een sneeuwmaatje aan het maken. Jij mag plassen. Maar je bent nu aan het eten. Zo, plassen. En jouw plezier is ook laag, maar jouw energie ook. Dus ga maar slapen. Dan hebben we... Wordt er een beetje gebeld. Nee, doei. Dan hebben we Denemarken, haar plezier. Hup, oefenen. Oh ja, jij komt naar binnen. Wat wil je doen? De verantwoordelijkheid van Eritrea valt binnen het bereik om een eigenschap verantwoordelijk te verdienen. Kijk, dat is mooi. Zo, wat wil jij doen met die peuter? Brabbelen? Nee, jij mag even hier gaan zitten. En dan mag je met je zus... Goh, je bent nog steeds te gespannen. Godzakken zeg, nou, ga dan nog een sneeuwmaatje maken. Hoi Björn, welkom. Dan zijn we bij jou. Jij bent met je schoolproject bezig, dus dat is top. Maar ik zie ook dat je honger krijgt. Dus ga maar een tuinsalade voor jezelf maken. En als je dat gedaan hebt, dan mag je gaan slapen. Fuerteventura, hoe gaat het met jou? Jij hebt honger, pak maar een klikje. Kijk, op thee. Fort en die tieners gewoon lekker je eigen maaltijd maken. En die peuter zit hier niks te doen. Die heeft nog steeds honger. Mm.
portie pakken. Zo. Oh gosh. Oh gosh, arme peuter is weer... Oeh, die is leeg. En is de peuter boos. wat ga jij doen? Oh, hij gaat naar de scouting. We hebben er nog maar één op de scouting inderdaad. Zo, even eentje de deur uit. Even rust. Hoe gaat het met jou? Denken staat nog laag. Oké, je mag iets met denken gaan doen. Dat is die. Huppatee. Gaan we lekker Sims-vormpjes spelen. Kom even terug. En dan mag je ook even gaan eten maken voor jezelf. Hey, het weekend is altijd zo fijn dat je denkt, oh, nu heb ik even tijd om goed bezig te zijn met hun huiswerkachterstand inhalen en die schoolprojecten. En op dit moment zijn ze allemaal gespannen en ik heb niet genoeg dingen om ze plezier te geven. Het is zo frustrerend. Kijk, zijn ze ook alweer gespannen, nu dit keer door het spel. Je kan niet koken, want het is natuurlijk niet bezet, maar je moet ook douchen. Ga dat eerst maar doen dan. Kijk, Griekenland niveau 3, communicatie goed bezig. Dat is top. Denemarken is een kleptomania, dat wist je al. Oh, heb je misschien wat dubbele dingen? Nee. Dit is Denemarken toch? Ja. Nee, dat is jammer. Ik denk als we iets dubbel hebben, dan kunnen we het verkopen. En Porto Ventura is alweer terug van de scouting. Kan jij eigenlijk insignes ophalen? Helemaal niks. Arm kind. Mag je het spel opruimen? En even je winterkleren aan, vriend. En bedorven voedsel opruimen is misschien ook wel handig. Oh, kijk, hij neemt die bord ook meteen mee. Nou, ga dan maar spelen. Zo. Kijk, nu trekt hij wel zijn winterkleren aan. Maar toen hij net wegging, niet. Zo, jij hebt gegeten. Hier, stukjes en beetjes. Kijk, hoppatee. Dan gaan er 4 naar hun werk zo meteen. Dus ze kunnen even wat geld verdienen. Je energie is laag. Nou ja, laag. Eventjes slapen totdat je naar je werk moet. Kijk, Forte Ventura heeft al motorisch niveau 3. Hoe gaat het met jou? Doe jij ook maar even... Oh, je moet even dooreten, vriend. Tuinsalade eten. Even dooreten. Goed zo. Even plassen. En dan mag je naar je werk. Doei! Nee! Nou moet die moeder, die arme moeder die in het laatste trimester zit, moet nu met haar zwangerbuik de wc gaan repareren. Want hij sloopt zijn wc precies voordat hij naar zijn werk gaat. Jij wil onder de lakens lezen? Nee, jij gaat lekker. Oh ja, dat is extra werk. Dan mag je verder met je project. Opnieuw beginnen. Ach, god, dat arme kind. Zorgvuldig werken. Dat vind ik wel sneu. Dat ze constant die projecten de hele tijd slopen. En dat je constant opnieuw moet beginnen. Wat dus ook vervelend is. Want als ik eenmaal die projecten dubbel heb, dan wil ik ze gaan verkopen. Maar als het nooit afkomt... Ja, mag even een klikje pakken. Want ik vraag me af, duurt niet lang meer voordat die baby komt? Ja, jouw energie is in de prut. Gaan we slapen. Hoe gaat het met onze peuter? Oh, we hoeven alleen nog maar denken in potje op 3. Dat is mooi. Dat is heel mooi. Zo. Wat een rust nu eventjes. Het is wel een vies stinkhuis. De douche is vies. Fornuis is vies. Wc is vies. En Eritrea wil kleine Ellie naar bed brengen. Hij roept. Geen antwoord. Opent haar deur. Oh nee. Rood, blauw en een vreemdsoortig pruin op elke muur. Op haar gezicht. In haar haar.
druipend van haar vingers. Eritrea smeekt haar te stoppen, maar ze gilt alleen maar nee. Eritrea mag eigenlijk geen time-outs geven, maar hij zal toch iets moeten doen. Nou, gaan we time-outs geven of gaan we bedaren? Zeg het maar. Wat gaan we doen? Wat willen jullie als antwoord? Gaan we een time-out geven? Of gaan we de kleine Ellie bedaren? Wie is de eerste in de chat? En Epica zegt bedaren. Eritrea haalt diep adem en probeert met het duivelse kind te praten. Ellie laat de verf vallen, kijkt kwaad en begint met speelgoedknuffels en boeken te smijten. En als Eritrea geluk heeft, kan hij haar op tijd kalmeren en in bed stoppen voordat haar ouders terugkomen. Hij heeft al besloten dat zij de rommel op kunnen ruimen. Ja, dat kan ook, hè. Ja, jij mag even gaan slapen, want jouw bevalling kan in principe elk moment beginnen. We hebben maar één kind waar we ons hoeven te focussen nu. Nou, gelukkig oud en nieuw dit. Maar ik heb wel een beetje de oud en nieuw vibes met deze mooie glittersterretjes. Ja, de bevalling. Wat loopt hier? Iemand serieus met een militaire pet op zijn hoofd? Oké. Okay. Word maar wakker. Wij gaan baby in het ziekenhuis krijgen. Even kijken hoor. We waren bij G toch? Griekenland was de laatste. Ja, dan wordt het nu de H. FGH. Babytje H. Met de H. Het wordt een baby H. Nou, we hebben in ieder geval een dokter die leeft dit keer. Maar er zit niemand achter de receptie. Oké. Ik ga de lijst openzetten voor, ik dacht, 1 of 2 minuten. Typ join om op de lijst te komen. Als je een naam weet met een H. Een topografische naam met een H. Nee, we gaan niet oud en nieuw kijken op de televisie. Joe. Komt er nog wat van? 1, 2, 3, 4. Komt er nog wat van? Oh ja, daar gaat ze hoor. Daar gaat ze. Oh, we zitten nu in deze ruimte. Met zo'n Dali-snor. Oké, het is sowieso maar één kindje, want het huishouden zit voor de rest al vol. Babytje H, wordt het een jongen of een meisje? Kijk, de lijst is gesloten en ik zie dat Dagmar, Sharon, Lianne en Bartel erop staan. Dus één van jullie mag straks de naam bedenken van baby H. Kom maar met die baby. Ik zie die moeder ook kijken van, ja, oh, gebeurt er nog? Het is een meisje! Het is een meisje en ik ga nu naar de lijst. We gaan iemand uitkiezen. Dagmar, Sharon, Lianne of Bartel, wie gaat de naam bepalen? En het wordt Dagmar. Dagmar, jij mag de naam bepalen. Het meisje H. Wordt het Haarlem? Wordt het Helsinki? Wordt het Hannover? Wordt het Hengelo? Wordt het Houthulst? Houthulst is geboren. Houthulst aarde. Ook een leuk plaatje uit België nu. Als babytje. Ik vind het wel trouwens heel grappig. Want dit is het babytje van jouw vader. Hoi Kaat, welkom. Hé, hey, buik weg. Buik weg, er zit geen baby meer in. Oké, ik ga de stamboom bijwerken. Hout, hulst. Een meisje. Nou, Houthulst is op dit moment de jongste dochter. Je mag naar huis.
mag wel wat enthousiaster hoor. Je hebt weer een dochter. Wat zie je er schattig uit, Kim. Dankjewel, Kaat. Maar op dit moment, moeder is volgens mij nog geen... Ja, die is nog jongvolwassene. Dus er gaan sowieso nog kinderen bij komen voordat ze bejaard wordt. Oh, de wieg staat nu daar. Dat is niet heel erg praktisch zo naast dat bed. Zo. Dat is niet praktisch met het potje. Zo. Nou, moeder, ga maar slapen. Waarom ben jij nou weer wakker? Oh, oh. Nee, niet hulp op het potje. Je kan het nu zelf. Dus ga het maar even zelf doen. Zo. Er gaat iets niet te goed. Die baby is helemaal rood, joh. Denemarken heeft een voorwerp gejat van de werk. Kijk, geld, geld. Hoppatee. 4 keer 240 euro. Moet je zien wat geld we nu hebben. Nee, je gaat niet daar naar bed. Die Fortaventura, jij gaat lekker hier naar bed. En dan gaat moeders even die baby voeden. Zo, jij gaat allemaal niet lekker met je energie. Jij gaat douchen. En jij gaat hier slapen. En jij gaat dan hier slapen. Zo, actie-taxi. Moeder mag dan ook gaan slapen. En nou is er geen ruimte om een nieuwe baby erin te stoppen. Dat is een beetje balen. Want Burg had gewoon uit huis kunnen zijn. En dan hadden we gewoon naar de volgende vader kunnen gaan. Maar dan moeten we wachten totdat hij maandag uit school komt. En heeft hij überhaupt nu iets op 3? Oeh, hij heeft charisma op 3. Yes. En hij heeft een karakterwaarde in het groen. Dus als hij die 10 heeft, hoppatee, dan mag hij uit huis. Niemand viert hier oud en nieuw. uitroepteken stamboom in de chat, Leen. Dan zie je alle namen. En wie de vadertjes hebben ingestuurd. Ja, dat weet ik ook niet. Dit is een bug. Ze hadden de problemen met de baby's gefixt voor letterlijk 2 weken. Toen kregen we een nieuw patch update en toen was het weer stuk. Dus... Goed bezig, IE. Goed bezig. Ik ga het trouwens wel even opslaan. Voordat er straks iets gebeurt en we de hele progressie kwijt. Kijk, nu het opslaan is baby houthuls nu officieel een feit. Heb jij... Nee, je bent veel te gespannen. Ga dan maar ook weer een sneeuwmaatje maken. Ik had toch tegen jou gezegd dat je moest pitten? Ga dan ook pitten. En die peuter... Die heeft wel oprecht honger. Waar ga je die neerzetten? Daar. Kijk, nou, dan mag die peuter die opvreten. Pak hem maar. Ja. Oudjaar was afschuwelijk. Goh. Ja. Nee, we gaan niet een nieuw sneeuwmaantje maken. Je mag wel even een klikje gaan maken. Zo. De baby helpt weer. Nou, doe even super efficiënte babyverzorging. En dan mag je weer slapen. Dat vind ik wel top. Als zo'n kind groter wordt, dat je dan super efficiënte babyverzorging... Waarom zit jij... Kijk wat er gebeurt. Het is een huilende peuter. Je woont hier al je hele leven. Dat heb je toch wel eens eerder gezien? Je mag wat doen met je leven. Denken. Je mag gaan denken. Hoppatee. En nu ga je 4 jongens krijgen en dan weer een meisje. Oh, heb ik een ritme? Even kijken. Eerst een meisje, toen 2 jongens, toen een meisje, toen 3 jongens. Oh ja, inderdaad. Er zit een ritme in. Is dit echt een jongensfamilie aan het worden? Jij ook maar slapen. Gebruiken.
slapen. En dan sturen die peuter zo ook maar even naar bed. Ga ook maar even slapen. Zo. Hoppatee, slapen. 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 Ja, slapen. Slapen. Top, oké. Okay. Dan gaan we... Nee, ik zei pauze. Ik wil meer ruimte in dit huis. Dit is nog precies 100 tegels. Dan hebben we nog wel de korting. Oh, nou staat die moeder in de weg. Ik wil namelijk... ja. Moeder aarde, kom jij maar even hier zitten dan. Nee, niet breien. Oh, je kan ook wel even naar de wc. Doe dat maar. En dan komt er weer een er bed uit. Die moet ook naar de wc. Ga eerst maar douchen. Waar ga jij heen, joh? Nou, er is zeker genoeg sneeuwpoppen. Daar is niks mis mee. Die hebben ze echt lopen... Niet normaal hoe snel die erbij kwamen. Zo. We zetten die even daar. Die even daar. We gaan de keuken verplaatsen naar hier. Nog eentje erbij. En nog eentje erbij. Kijk, nu hebben we tenminste wat ruimte daar. Dan... mag dit bed wel hieronder en die mag dan daar. De blokken gaan we hier doen en dan kan de baby daar. Zo. Ruimte. Oké, een eettafel. Zullen we die van klein wonen doen? Of heet het? De interieurdesigner. En nog even wat mooie stoelen erbij. Heeft de interieurdesigner ook wel vast wel stoelen die er mooi bij passen, toch? Ga ik wel vanuit. Ja, oeh, van die leuke kuipstoelen. Kijk, met paars. Oh, het geld is wel meteen op. Maar we hebben een keertje een designerstuk in huis. We gaan ook een beetje opletten op de inrichting nu. Alleen die poten die zijn dus donker. Dus dan is het ook wel mooi om hier donkere tafelpoten te doen. Dat is ook weer niet helemaal hetzelfde, hè? Maar ik wil een lichtblad. Deze hoort er... Nee, ik doe gewoon die, want ik wil wel een lichtblad. Oké. Okay. Paars, echt een Kimhuis. Ja, het is wel mijn hondenbaby challenge natuurlijk. Dus er moet wel een beetje paars in. Maar we gaan een beetje werken aan even een keertje een wat mooier huis nu. Niet alleen maar goedkoop. Dit betekent wel dat ik echt niks heb uitgegeven aan het feit dat er meer hobby's gedaan kunnen worden. Maar ze kunnen nu wel hier eten, zodat er hier een keer wat huiswerk gemaakt kan worden. In plaats van een hele opstapeling van borden en zo. En zolang het winter is, kunnen ze toch sneeuwpoppen maken. Dat vinden ze leuk. Dus we gaan dit wel even opslaan. En net zeg, die stoelen lijken op stoelen die wij hebben. Alleen bij ons zijn ze grijs. Oké. Ja, ga maar plassen hoor. Wc is vrij. Kijk, zij gaat er al meteen zitten. Het werkt. Top, het werkt. Is ze er ook blij mee? Nee, niet bepaald. Moeder is niet echt dol op de stijl van deze plek. Iets aan het behang of de vloer lijkt niet helemaal te kloppen. Je hebt letterlijk geen voorkeuren. Muts? Hier. Ze heeft alleen voorkeur voor tuinieren. Voor de rest is er letterlijk geen voorkeur over inrichting. Niet zo zeuren. Oh, nee! Nou, ga dan maar weer douchen. Het was de bedoeling dat je na het douchen zou gaan plassen. Is ze klaar met douchen? Pies in de broek. Moet ze weer douchen? De afwas kan inderdaad niet gedaan worden. We hebben hier een prullenbak. Het is heel leuk dat je met je moeder gaat zitten kletsen. Maar jij mag wel even... Nee, we gaan niet schoonmaken. Je mag even stukjes en beetjes opruimen. Zo. En
Ja, jij wil ons een nieuw maatje gaan maken, maar dat gaan we lekker niet doen. Je mag even alles gaan weggooien. Ga je nou een klikje eten? Het was leuker geweest als je iets had gemaakt voor jezelf. Oh, er komt er weer naar bed. Ik word nu al gek. De geest van Ronald kwijnt weg. Nou, gefeliciteerd. Hoef ik niet 5 keer te horen. Met moeder gaat het wel goed. Nou, ga die maar verkopen. En laten we een abstract schilderij doen dit keer. Jij mag plassen. Dat kost veel borden. Ja, dat klopt. Maar we hebben wel heel veel stukjes en beetjes ermee verdiend. De stapelbedden zijn zeker makkelijk als je 100 baby challenge hebt. Dus dat is wel fijn. Want we hebben hier gewoon 2 bedden die we bij elkaar kwijt konden. En hier zat er nu een peuterbed onder. Dus dat is mooi. Met lekker wat ruimte erbij. Peuter denkt, hey, ik zie eten op tafel. Die is van mij. Ik wil die peuter vandaag nog opgroeien. Want die hoeft... Ja, nou, bewegen moet ook nog. Bewegen op 3, denken op 3 en potje op 3. Nou, dat moet toch wel lukken? Zij is ongemakkelijk, maar ga maar oefenen, want je hebt plezier nodig. Oké, die peuter heeft gegeten. Die peuter mag op het potje. Zo. Ja. Daar gaan we niet heen, daar hebben we geen tijd voor. Peuter heeft alweer honger. Oh, er moet even flink gekookt worden, zie ik trouwens. Jij mag even een... laten we maar een culinaire maaltijd gaan doen. Pasta. Gefeliciteerd met je nieuwste gezinslid. Kijk eens wie er een sms'je stuurt, Dagmar. We hebben nu 8 kindjes. Nou, zeker lief. Wat een gentleman. Jij bent gespannen. Jij moet douchen. Ga maar douchen. Moeder zit een hele maaltijd te maken. Het kind denkt, nee, ik wil taart. Hallo, wat denk jij dat je aan het doen bent? Super efficiënte weeverzorging. Hier, stukjes en beetjes. Die flippergeluiden er tussendoor. Jouw plezier is in de prut. Ga zitten. Zo. Graag met je winterkleren aan. Nee, we gaan niet een ding slopen. Maar je gaat even je winterkleren aandoen. Zo. Dan ga je zitten. Blijkbaar moet je eerst er speciaal voor zitten. Ga je veel te gespannen daarvoor. Nou, ga dan ook maar een sneeuwpop maken. Kijk dan. Dit is toch niet normaal? Oh, zoveel sneeuwpoppen. Zijn even kijken hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 sneeuwpoppen die al af zijn. Nog even en er wonen straks meer sneeuwpoppen hier dan daadwerkelijke Sims. De peuter is verdrietig. Oh, hij krijgt de knuffel van mama. Nou, je mag met een blikblok baby gaan spelen. Waarom heb je 2 van die flesjes hier in je zak? Zo. Nog 1. Zo. Mag moeders die even lekker gaan opruimen. Zo. Oh ja, we kunnen nog een kikker fokken. Heb weer een tientje erbij. Oh ja, sorry toch maar. Breek gewoon verkleed partijtje. Sorry. De eenhoorn diadeem.
Nou, die ligt bovenop. Ik dacht even het rol eruit te komen. Sst. Ik heb een WhatsApp-berichtje gekregen trouwens. Als je net die klop-klop hoorde die je eerder hoorde. Het is van Dagmar. Proficiat met de gezinsuitbreiding. En ik word ook nog steeds knapper. Nou, dankjewel. Ja, die diadeem is zeker cute. Echt, de Action heeft hele topdingen. Ga eens uit. Zo. Oh, wat krijg ik nu? Sst, niet alles mag je voorlezen. Oh. Ja, mijn moeder gaat het goed. Jij mag even lekker opruimen. En dan mag je opnieuw stukjes en beetjes doen. Kijk, Forte Ventura moet over een uur naar de scouting. Ik vind het zo'n irritante naam. Dat kan je niet normaal uitspreken. Zo, iedereen. Hoppatee, nog meer stukjes en beetjes. Misschien moet ik binnenkort ook even zo'n ding kopen. Dag maar. Als je denkt, klop, 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 wat hoor ik daar? Dat is Dagmar. Nou vertrouwt ze me niet meer. Nou, dat is ook niet lief. Doe eens lief tegen je broer. Dagmar is terug. Hoi Dagmar. Die mag daar en die mag daar. En dan gaan we ook bedorgvoedsel weghalen. Vind ik ook een goed idee. Nou, wees eens lief voor die koelkast. Je mag even je eigen eten maken. Hoppatee. Nee, Kater, er is een verschil met die early access. Je hebt zeg maar, bij elk pakket wat eruit komt, is er eerst een patch update. Dan krijgen de game changers reguliere early access. Dus dan krijgen we ook echt het spel op onze eigen computer met alle pakketten die we al hebben. Dus echt de code die we kunnen toevoegen. En dan echt een paar dagen, 1 of 2 dagen voordat het pakket uitkomt, mogen we content delen. Maar met uitbreidingspakketten doet EA altijd iets extra's. Vroeger was dat evenementen, maar dat vanwege de omstandigheden kan dat helaas niet altijd meer. Dus nu doen ze dat heet dan beta early access. Dus het spel is nog niet helemaal af. En daarom zie je bij die game changers ook hun origin naam zo door het beeld heen stuiteren, want het is niet het uitbreidingspakket toegevoegd aan hun spel, maar het is een aparte soort spel die ze tijdelijk op hun computer hebben staan. En daar is altijd maar een klein groepje van uitgekozen. Ik ben wel blij dat ze tot nu toe wel elke keer kiezen voor minstens 1 persoon die content maakt in het Nederlands, maar EA mag ik ook een keertje. Yes, is top. Yes, is lief. Yes, is leuk. Maar mag ik ook een keertje? Dus ik moet geduld hebben. Helaas. Ja, nou, het is wel. Kaat moet wel zeggen dat het wel een beetje teleurstellend is. Dat je dat bericht krijgt van ja, binnenkort worden er game changers uitgenodigd. En dat je dan er weer niet bij zit. Ja, het zou tof zijn als ze mij een keer een kans geven. Kijk, ik snap dat ze Jessie heel vaak kiezen, want die heeft natuurlijk veel indrukwekkende cijfers. Maar na 3 keer wil ik ook wel een keertje. Oké, we hebben een kaart. En een chagrijnig gezin. Hulpeloze hotdogs. Het is hotdogfestijn. Baby F heeft de leiding over de barbecue. En hij heeft de worstjes perfect gegrild. Knapperig aan de buitenkant en super sappig aan de binnenkant. Door onverwachte omstandigheden struikelt hij echter over een wilde waspeer op weg naar de picknicktafel. En laat een bord vol hotdogs op de grond vallen. Niemand lijkt het door te hebben. Snel, wat moet hij doen? De 5-seconden regel of terug naar de grill en nieuwe maken? Ja, baby F. Oké, Dagmar zegt terug. We gaan terug. Die worstjes waren het wachten waard. Perfect knapperig en zonder zand of dennenboomnaald. Het lijkt erop dat baby F zijn roeping heeft gevonden. Ik ga gewoon niet meer zijn die naam uitspreken. Het is niet te doen. Griekenland heeft niveau 3. Dan moet je eigenlijk alleen nog potje en denken. Nou, hoe gaat het met je? Oh, je hebt ook zo'n kwaker. Nou, je blaas zit niet vol. Maar ga maar gewoon nog een keer op een potje. Leuk dat je met mama wil praten. Maar je gaat gewoon op een potje. En daarna ga je denken. Simsworm spelen. Wil je opgroeien? Ik mag nooit meer een naam kiezen van jou. Dan kan je kiezen voor Finland, voor Friesland, voor Flevoland,
voor... Weet ik veel, wat hebben we nog meer met een F wat makkelijk uitspreekbaar is? En dan kiest Annette voor Voortoefenteren. Hoe gaat het met jou? Jij bent lekker aan het eten. Je zelfgemaakte prakkie. Jij moet... Oh, je bent ook aan het eten. Ja, maar nu zit het in je inventaris. Dat is ook niet de bedoeling. Eten. Heb je nog meer? Ach, dat is bedorven. Echt, Sims. Dit is gewoon zonde. Zo zonde. Dan mag je daar naar douchen. Ik hoor ook even iemand lekker een scheet laten. Als je nou gewoon normaal gaat slapen in plaats van een dutje doen, dan heb je er nog wat aan. Sharon vindt het een topnaam en een supermooi eiland. En Annette zegt, ik zal al eens een call voordoen hoe je het moet uitspreken. Je hebt weer een schilderij klaar. Lekker verkopen. Oh! Oh! Moeder Aarde is een celebrity. Waar zit dat? Waar zit dat? Waar zit dat? Hier. Oké. Okay. Met al dat schilderen is ze een celebrity. Oké. Okay. Je kan dus een bedrijfsmatig partnerschap aangaan. Upload met het videostation en een muziekstation. Dat levert moeder dus nu meer roem op dan normaal. We kunnen netwerken door een sociale vakkundigheid qua omgang met andere celebrities te demonstreren. Kan moeder vriendschappen vormen met beroemdere Sims en mooie praatjes houden om vage kennissen snel in vrienden te veranderen. En we hebben deze zichtbaar. Er is iets aan moeder waardoor ze zich onderscheidt van de massa en ze de aandacht van andere Sims trekt. Ik zeg deze. Want we kunnen allemaal ons allemaal Octomom nog herinneren. Dat is iemand dat blijft je gewoon bij. Dus we gaan voor die. Enige nadeel is dat ze dus ook eigenaardigheidjes kan krijgen. Zit ik wat minder op te wachten. Het zwangere leven is al zwaar genoeg. Jouw plezier is prut. Ga oefenen. Jij bent aan het douchen. Ze zijn echt niet echt super lief voor elkaar, hè? Jij gaat ook meedoen. Jij bent aan het slapen. Jij bent helemaal goed, joh. Nou, waarom zit er nou weer eten in jouw inventaris? Ook alweer bedorven. En die? Ook bedorven. Gast. Oh, dat is al extra werk. Dat is al heel fijn dat je je huiswerk al hebt gedaan. Dan is de vraag, heb jij een project? Die is niet van jou. En die? Zorgvuldig werken. Ga maar aan je project. Want die hele balk moet nog, dat hele pijltje moet nog wel naar rechts. Oh, dat zou wel heerlijk zijn als ik straks heel veel kinderen tegelijkertijd met de 10 heb. Hoppatee, het halve huishouden leeg. Annette zegt, volgens mij heb ik onder een steen geleefd. Maar wie? Nou, er is dus een octoman. Die had echt, wat was dat? Ik neem aan 8. Een achtling. In ieder geval, veel kinderen. En weer is de douche stuk. Nou, jij staat hier niks te doen. Mag jij hem repareren? Kijk, we moeten straks weer een paar naar hun werk. Dus dat is mooi. Ja, leuk, je toverkracht. Ik heb eerder al... Hij moet eerder dit soort dingen van mij doen. Die had toch ooit een achtling gehad en dat daar ooit een docu van was? Ja, volgens mij dat ja. En die heeft volgens mij ook wel lichtelijk de celebrity status een beetje ja, er gebruik van gemaakt. Wat kom jij doen? Praten met de peuter. Nee, kom jij maar douchen. En jij mag naar je werk. En jij mag naar je werk. En jij mag naar je werk. Ha. Lekker even geld verdienen voor ons. Wat een rust. Zou leuk zijn dat als ze terugkomen uit hun werk, dat die peuter dan geen peuter meer is. Maar ik vrees het niet, want die energie is in de prut. Kom maar slapen. Moeder wordt weer gebeld. Ik ken jou niet. En we hebben dit kind. Dit kind heeft honger. Dit kind mag een klikje pakken. En dan hebben we nog moeder. Die mag even douchen. Kijk, die moeder gaat prima. Die is heel geïnspireerd. Die heeft een prima leven. Oh, dan wordt die peuter weer wakker. Oh, Canada wil kleine Ellie. Oh, het is Ellie weer.
Nou jongens, gaan we Ellie nu een time-out geven of gaan we er opnieuw bedaren? Kleine Ellie is niet zo lief. Oh. Opnieuw een time-out, ja? Gaan we opnieuw een time-out doen? Ze had de vorige keer bedaren gedaan. Maar ik zie Annette zegt... Ja, maar Annette zegt bedaren, want die time-out was geen succes. Maar ze kreeg dus vorige keer bedaren. Maar je bent wel de eerste die reageert in mijn chat. Dus het wordt opnieuw bedaren. En ze gaat weer met van alles smijten. Oh, Burg heeft ook een Ellie. Volgens mij heten alle oppaskindjes Ellie. Dan pak ik nu die van Sharon, een time-out. Ellie is woest om de time-out en schreeuwt dat die voor baby's zijn. Oh, die gaat nu ook met speelgoed smijten. Volgens mij kan je niks goed doen met het kind. Die peuter, jij mag nu in dit bedje gaan slapen. Ja, dat is heel lief en schattig dat je dat wil doen. Maar je mag even je spulletjes weg gaan gooien. Jongens, weer Ellie. Oké, wie nu? Wordt het time-out of wordt het bedaren? Zijn ze nou met z'n vieren op alleen die Ellie aan het zorgen? Of zijn er meerdere Ellie's in Brindelton B waar ze aan het oppassen zijn? Ja, echt veel Ellie's. Nee, ze zijn aan het oppassen, Annette. Die vier tieners hebben allemaal een au pair baantje. Want ze hebben natuurlijk ervaring met kinderen in zo'n huishouden in de 100 Baby Challenge. Dus dacht ik, dan is dat de perfecte baan. En het is ook de baan die in het weekend is. Dus dan kunnen ze door de week gewoon school en huiswerk. En dan kunnen ze in het weekend... huiswerk inhalen, schoolprojecten en werken. Want andere baantjes moest je bijvoorbeeld door de week ook werken. En het is al chaotisch genoeg. En dan ben ik ze op zaterdag en zondag ook even een paar uurtjes kwijt. Dan zijn ze op zaterdag en zondag ook even 6 uurtjes de deur uit? Of 5, 4 uurtjes? Wat is het? Even rustig. Maar dan gaan we alweer gewoon voor bedaren. Ja, het begint weer met spullen te smijten. Je kan niks goed doen bij dat kind. Nu een time-out. Oh! De time-out werkt dit keer wel. Na een paar minuten gepruil helpt Denemarken met het schoonmaken van de muren, een warm bad en een paar boeken later ligt ze tevreden dromend in haar bedje. Oké. Oké. De ene keer is het goed en de andere keer is het drama. Ik weet niet of je plezier krijgt van schilderen, maar ga maar... een impressionistisch schilderij maken. Oh nee, je moet eerst die baby. Super efficiënte babyverzorging. Joe. Super efficiënte babyverzorging. Ja, je houdt van schilderen. Top. Dan vind je dat ook nog leuk. Kan jij ook stukjes en beetjes doen? Of weet het? Ah, kijk. Top. Het kind kan het ook. Heb dat erin. Passen. Wat een top kind. Kan je trouwens inmiddels mooie leuke insignes verdienen? Niks. Arm kind, arm kind. Oké, maar je kan wel je project. Verder aan je project. Mag je even zorgvuldig werken? Ach, heerlijk die rust. Mentaal niveau 4. Lekker bezig. Die moeder, ja, moeder, je schilderniveau is nummer 6. Dit is het niet. Dit is geen 6. Laten we dan maar laten we weer pop art doen. Vind ik ook wel leuk. Raar kind die Ellie nou, hè? Wat kom je nou weer doen? Bekijken. Als je hem toch wakker bent, ga je weer even op een potje. Want, ja... Die moet toch omhoog. En wat was het denken? Sims vorm spelen. Houthulst is bijna jarig, maar nog niet helemaal. Oh, zo je ziet de seconde dat die peuter een kind is, dan wordt die andere peuter. Kijk, Forte Ventura is ook verantwoordelijk. Dat is mooi. Ga die maar aan een verzamelaar verkopen. En de hele meute komt weer thuis. Jij bent moe. Slapen. Jij bent niet moe. Ga maar oefenen. Jij bent soort van moe, maar je moet ook even douchen en dan slapen. En jij bent kapot.
Maar lekker weer. Burg heeft een promotie. Hij is nu assistent bij een kinderdagverblijf. Eet smakelijk, Savannah. Leuk dat je er was. Ze schepen je wel op met lekkere namen om uit te spreken. Nou, hij verdient nog eens 8 euro per uur extra voor 48 per uur. We hebben ook nog een bonus. Nou, zijn diensten zijn nog steeds in het weekend. We hebben er voor de rest niks meer aan, want tegen de tijd dat het weer weekend is, dan ga ik er toch echt wel vanuit dat hij die 10 heeft. En dat hij uit huis is. Ga je ook maar slapen, trouwens. Laten we gewoon iedereen naar bed steken. Oh, jij krijgt het koud. Kom ook maar slapen. Voordat je buiten bevriest. Dat willen we niet hebben. En jij, kom jij ook maar slapen. Zo. En de peuter mag ook gaan slapen. Ik weet dat je honger hebt, maar kom even slapen. Fopdag was afschuwelijk. Arme jullie. Oké, dat geldbedrag laten we lekker voor de volgende keer. Ik vind dat wel iets voor de volgende keer. Want het is namelijk nu zondag op maandagnacht. Dan maandag krijgen we natuurlijk de rekeningen van het huis. En dan is het gewoon beter om, om niet nu aan uitbreiding te gaan. Want we hebben dus nu nog een klein huis. We zitten nu precies op 100 tegels. Als ik nu geld ga uitgeven aan een groter huis, dan is en het geld zo goed als op. Maar ook, dan hebben we natuurlijk ook dat, de rekeningen duurder zijn. Dus we wachten even totdat we maandag die rekening hebben gehad. Dan gaan we in een volgende 100 baby challenge aflevering gaan we ook, die peuter wordt opgegroeid naar kind. En die baby wordt waarschijnlijk een peuter. En die burg moet gewoon uit huis. Maar ik heb nog zin om nog één spelletje te doen. Dus we gaan lekker nog even Drawy doen. Zo. Laten we 10 woorden weer doen. 90 seconden voor de zekerheid. Zo. Oké. Wie is er klaar voor? Ik hoop dat ik niet weer scheidwoordjes krijg zoals genoegen. Dat is echt stom namelijk. Ik wil geen woordjes als genoegen of zo. Oké, Bianca zegt al yes. Ik ga klikken in 3, 2, 1. Oké. Ja, hoe doen we dit? Ik weet het niet. Misschien een beetje zo. Ik vind deze lastig om te tekenen. Wacht, ik heb een idee, maar ik weet niet welke. Ik dacht deze, nee. Ja, was het die kleur? Volgens mij is het nu deze kleur. Let op dit, jongens. Ik zie echt achtbaan en zo. Het is geen achtbaan. Oh nee, de tijd is bijna voorbij. Het is angst. En angst was natuurlijk eerst rood. Maar volgens mij hebben ze het nu paars gemaakt. En ik dacht echt, hoe ga ik dat tekenen? Maar ik zie echt zo rollercoaster en achtbaan. En op een gegeven moment pakt Dagmar wel emoties en zo. Ja, zeg, wat is dit? Nou, geen maar cijfers. Ik denk niet dat jullie heel hoog scoren, zeker. Wat geven jullie mijn angsttekening? Cijfer tussen de 1 en de 10. Je kan op dit moment beoordelen. Oh, een 1, een 2, een 0. Nou zeg, tussen de 1 en de 10, hè, Dagmar. Een 0 is geen tussen de 1 en de 10. Kijk, Lian is nog een beetje lief voor me. Foei, Dagmar.
Moet je een time-out? Oké, okay, deze. Oké. Okay. Zo, het gaat daarom. Pardon, dacht maar. Kijk, Lianne heeft er tenminste één. Het is inderdaad stof. Krijg ik nog cijfers of gaan we gewoon door naar de volgende? Ja, ik wilde dus eigenlijk een bank maken. Het is een soort van, ja, het is of een bank of een bed. Het is maar wat je wil zien. Maar ik dacht, dan is het duidelijker dat het een vloer is. Maar ik zie Annette met, ik dacht dat het een trein was. Dagmar, serieus, echt kappen nou hoor. Oké, okay. Oh, deze kan ik. Kijk, hoppatee. Best snel geraden, Sharon. Een schild. Het is een schild. Oké, okay, door. Serieus, is dit het? Alsjeblieft. Klaar. Ja, een boog. Ik moet nou... En dan vind ik het leuk om tekenspelletjes te doen, krijg ik dit als optie. Oké, okay, volgende. Tekening 5. Oh, deze vinden we leuk. Deze vind ik leuk. Oh. Ik mocht hem niet eens meer inkleuren. Sweet as a Rose heeft hem geraden. Je hebt ook puntjes nu. Op dit moment staat Sharon op de eerste plek met 44. Sweet as a Rose met 22. En Lianne met 19. Gaan we naar de volgende. Oh. Ik weet deze niet zo goed. Ik doe maar wat. Dan doen we het zo en zo. Dit is ook een lastig hoor, jongens. Oh. Ik heb hem ergens niet goed dichtgemaakt. Ik zie het al hier. Oké. Okay. Zo. Die kant op. Nee, Sharon. Die kant op. Extractie. Wat is dat? Dat is toch... Ja. Ik ga het gewoon googlen ook hoor. Extractie. Een scheidingstechniek. Hey. Een scheidingstechniek waarbij stoffen afzondert uit een bepaald materiaal. Dus ik heb toch goed getekend. Het ligt niet aan mij, maar het is wel een woord waarvan je denkt, hoe dan? Oké. Okay. Volgende. Ik vind het toch wel lastig hoor, met een muis tekenen. Zo.
altijd met grijze doen. En dan doen we die bruin. Nee, met een groen dingetje. Ja, wat kun je verder nog doen? Ik weet het niet. Ik zie nu wel jullie gedachtegang, maar het is ook al lastig hoor. Een account. Annette wilde iets opschrijven, maar weet niet hoe ze het moet uitspreken. Nee, ik heb een account gedaan. Ik denk, doe ik een computer, dan heb je al door dat het iets online is. En dan heb je hier inderdaad je icoontje met dat je groen bent, dat je online bent. En dan je profielfoto met je naam en dan eventueel waar je woonplaats of je leeftijd of iets. Dus ja, zo heb ik het maar gedaan. Ja, heel lastig, maar je zat goed in de buurt. Oké. Okay. Tekening 8. Oh, ja. Oké. Raar poppetje. Ik kan echt mooi tekenen, jongens. Ik beloof het. Het gaat om die. Ja, Leon heeft hem. Oh, die Pukkie. Dit spel vind ik niet meer leuk. Oh, het is een verslaggever. Ja, dus die heeft een microfoon en praat in de camera. Oké, hoe ziet dat eruit? Ja. 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 Zo. Oh! Oh! Mensen zitten er zo dichtbij. Ik heb het woord al een keer gezien, alleen dan te lang. Ja, daar is die selderij. Miepukkie, je hebt punt hoor. Vind je het spel weer leuk? Oké, laatste tekening. Nou, die kunnen jullie. Zweeds. Hey. Ah, oh, Bianca, dat is wel fout. Mijn profiel. Nou, dit zijn ze. Sharon, 66 punten. Lianne, 32 punten. Sweet as a Rose, 22 punten. En Miepukkie, 16 punten. Nou, dat is bij de totaalscore van de vorige keer dat ik dit heb gespeeld op stream bijgeteld. Dus ja, Sharon, die staat nu op een tweede plek. Op dit moment in het totaalklassement. Maar Sven staat nog steeds eerste. Was weer leuk. Even tekenen. Nou, dit was de 100 Baby Challenge stream. Met een klein beetje Drawry erbij. Dus volgende keer met de 100 Baby Challenge gaan we de peuter opgroeien naar kind. We gaan de baby wordt opgegroeid naar een peuter. We gaan die burgerhaamsteden het huis uitwieberen. En dan wordt moeder weer zwanger van een nieuwe papa. En welke papa is er dan aan de beurt? Even kijken. Bianca, dan is jouw papa aan de beurt. Jouw vadertje, Teun Ankabi.
Ik zie nu pas die achternaam. Teun Ankabi, die mag de volgende keer zijn donatie leveren aan Moeder Aarde. Alle subjes nog bedankt voor alle subverlengingetjes en zo. Tot volgende keer.